op de oude manier, elkaar allemaal weer te zien. Vandaar dat we met elkaar gemeend hebben om een webinar te organiseren. Waarbij de natuurbasiskwaliteit centraal staat. Want dat is een onderdeel waar de laatste tijd hard aan is gewerkt. Waar veel belangstelling voor is. Waar ook landelijk in de belangstelling staat. En vandaar dat het handig is om met elkaar een aantal facetten te delen over wat is nou precies basiskwaliteit natuur? Hoe ziet die er in Drenthe uit op dit moment en hoe kunnen we eraan werken? Ik ga even mijn scherm nu delen, dan zien we het programma voor vandaag. Ik hoop dat jullie nu mijn scherm zien. Ja. Ja hoor. Ja. Loop ik even kort het programma door. Nou, ik klets jullie er vanochtend doorheen. Maar wij geven straks eerst het woord aan Gerco Arkema. Die de natuur-inclusieve samenleving tegen het licht houdt. Daarna gaan we door naar Ali Alseda en Douwe Schut. Die hebben het straks over de basiskwaliteit natuur in Drenthe. Zij hebben daar onderzoek voor verricht. Een mooi rapport opgeleverd. En zij kunnen daar het een en ander over vertellen. Dan hebben we even een korte pauze van een minuut of 10. En dan gaan we door naar een aantal breakout rooms. Waarin we in kleine groepjes hetgeen we gezien hebben. Eigenlijk even met elkaar door te spreken. Hè, wat tot ons te laten doordringen. Zodat we op die manier misschien ons eigen standpunt kunnen bepalen. Hoe wij kunnen werken met elkaar aan de basiskwaliteit natuur. En die natuur-inclusieve samenleving. Nou, per breakout room spreken we even af dat één persoon straks terugkoppelt naar de plenaire vergadering. Als we de breakout rooms weer hebben opgeheven. Dan gaan we nog even verder inzoomen op Soortenrijk Drenthe. Het programma dat bij de provincie Drenthe is gestart. En vervolgens is de afronding aan de orde. En we hopen om 12 uur helemaal klaar te zijn. Zodat u op tijd een broodje kunt gaan eten. Ik zal bij de presentatie van Gerco de machinist zijn, dus ik bedien zijn sheets, zijn dia's en ik wil dan nu heel graag het woord geven aan Gerco. Ja, goedemorgen. Pak maar dus, bij menigeen denk ik wel bekend. Daar ben ik. Goedemorgen dus allemaal. Ik ga jullie even meenemen, hè, want we hebben het vanochtend over het rapport Basiskwaliteit Natuur Drenthe. En ik kan me voorstellen dat dit voor menig een misschien ook wel uit de lucht komt vallen. Dus ik neem jullie even mee in mijn verhaal. In waar het wegkomt en hoe je het moet zien in relatie tot rijks- en provinciaal beleid. Want die natuur, die basiskwaliteit natuur maakt eigenlijk onderdeel uit van de aanpak om te komen tot een natuur-inclusieve samenleving. En in mijn verhaal laat ik even zien wat het belang ervan is, dat het ook belangrijker wordt. Dat ook om alvast als opstap naar het verhaal dat straks Ali Douwe houden vanuit voorheen ATKB, of ATKB is het tegenwoordig, ik verslik me daar nog wel eens in, over het rapport zelf. En natuurlijk is de bedoeling hiervan dat jullie daardoor geïnteresseerd raken en ook het idee krijgen om daar als gemeente en waterschappen en misschien ook wel de andere partijen mee aan de slag te gaan. Want het is eigenlijk best een concept dat zich leent voor met name een positieve aanpak. En wie kan ik dan beter het woord geven over het belang van een natuur-inclusieve samenleving dan onze eigen minister voor natuur en stikstof, maar natuur staat voorop. Dat is mevrouw Christiane van der Waal en vorige week donderdag was er een debat in de Tweede Kamer over natuur en ik vond dat zij daar het belang van natuur in de brede zin eigenlijk heel mooi neerzetten en daar hebben we een fragment uitgehaald en dat willen we graag even met jullie delen, natuurlijk niet zo heel lang, 3 minuten. U zit er al klaar voor. Hans, je hebt het weer omdeeld.
Ja, dat klopt. Ik moet nu alleen even... Hij doet, wat we net deden, doet hij dus nu niet. Ik ga nu... Het is altijd even spannend of het delen van een videofragment lukt in zo'n bijeenkomst. Meestal lukt het bij het proefdraaien wel, maar in de eigenlijke sessie niet. We hopen dat dit daarop een gezonde afwijking is. Dus we zetten hem nog een keer in. Voorzitter, het heeft lang geduurd voordat dit commissiedebat natuur kon plaatsvinden. Dus fijn dat we eindelijk aan de slag kunnen met elkaar. Met de vele mooie onderwerpen die bij de nieuw ingerichte portefeuille natuur horen. En zoals ik al heb aangegeven in het commissiedebat over de Wadden. Twee weken geleden ben ik heel blij dat de coalitiepartijen hebben gekozen om een aparte minister voor natuur en stikstof te zoeken. Want het is een onderwerp dat wat mij betreft veel meer zorg en aandacht verdient. Niet alleen van ons in politiek Den Haag, maar volgens mij voor de hele samenleving. Want natuur zit niet alleen in een natuurgebied of in een prachtig bos of in een duingebied waar het goed toeven is. Natuur is ook het park om de hoek. De groenstroken in de wijk of nog dichterbij een tuin met groen waar mensen gewoon heerlijk kunnen ontspannen. En mijn ambitie gaat verder dan alleen de natuur te behouden en te versterken. Dat op zich is al een hele grote en noodzakelijke opgave. Maar ik wil juist ook aan de slag om heel Nederland natuurinclusiever te maken. En dat betekent dat we natuur zoveel mogelijk gaan betrekken bij alles wat we doen. In de voedselproductie, in de woningbouw, maar ook in de infrastructuur. En ook internationaal gaan we ons inzetten. Want het verlies aan biodiversiteit, en dat is door meerdere al gezegd, is wereldwijd een probleem. En vraagt ook om een stevige Europese samenwerking. En zo trekken we bijvoorbeeld nu ook samen op om de ontbossing tegen te gaan. Dat doen we niet alleen voor de natuur, maar dat doen we ook voor onszelf. Want natuur is behalve mooi, iets waar we allemaal van kunnen genieten en waar we ons kunnen opladen. Het is vooral ook gewoon noodzakelijk. Het is de basis van ons bestaan. Het levert ons voedsel, zuurstof, schoon drinkwater. Maar de natuur is ook kwetsbaar. In ecosystemen is alles van elkaar afhankelijk. En als wij met onze bedrijvigheid te veel willen en de natuur nog meer uitputten, dan gaan er gaten vallen in dat fragiele ecosysteem. En het is onze taak om de natuur, die zelf geen stem heeft, te beschermen. Maar ook om haar sterker te maken. En we hebben met de stikstofproblematiek gezien dat we te veel en te lang over de grens zijn gegaan van wat de natuur aan kan. En het is nu zaak om van die randen af te komen en te zorgen dat er weer ademruimte komt voor iedereen. Voor de natuur, maar ook voor boeren en ook voor bedrijven. Maar het begint bij natuur. We moeten herstellen wat we hebben beschadigd en we moeten verder bouwen aan een Nederlandse natuur die robuust is en dus ook in de toekomst tegen een stootje kan. Want Nederland blijft een dichtbevolkt land waarin het passen en meten is. De heer Van Kampen meldde het ook al, voorzitter. Met alles wat we willen. En daarbij moeten we echt beseffen dat niet alles overal kan. Ja, tot zover even dit fragment. Ja, ik vond echt een mooie inleiding van de minister en ook op een manier die je eigenlijk in de laatste, in een tijdperk bleker in ieder geval niet gehoord had, zeg maar. Dus het is eigenlijk prachtig dat er weer op een positieve manier naar natuur wordt gekeken. We kunnen naar de volgende sheet, denk ik. We hebben een aantal concrete aanleidingen ook om verder te kijken dan, naar natuur dan alleen in die donkergroene natuurgebieden. Hè? Natura 2000, NNN, daar zijn we natuurlijk sinds de jaren 90 heel druk al mee.
Maar ook die natuur buiten die, nou ja, die donkergroene natuurgebieden, zeggen we wel eens, die komt steeds meer weer in beeld van het beleid. Dat is denk ik een heel goede zaak en daar zijn een aantal aanleidingen voor. We kunnen ons misschien nog herinneren aan het rapport van IPBES over de teloorgang van biodiversiteit uit mei 2019. Dat is toen al heel erg in het nieuws geweest. Hè? 1 miljoen soorten en planten en diersoorten die op uitsterven staan. Dat is toen behoorlijk ingeslagen. En natuurlijk uit hetzelfde jaar ook de uitspraak over het programma aanpak stikstof, waar we nu nog steeds heel druk mee zijn. Nou ja, die laatste heb ik even wat dikker gezet, want dat is natuurlijk behalve een inhoudelijk, vooral ook een juridisch noodurgentie heeft dat gebracht om met natuur aan de slag te gaan. En daarbij heeft men ingezien dat je je niet meer kunt beperken alleen tot die donkergroene natuur, maar ook echt naar het landelijk gebied moet kijken. En dat heeft ook tegen de achtergrond te maken dat we voor de vogel- en habitatrichtlijn aan het realiseren van doelen zijn gebonden. En die halen we gewoon niet als we alleen maar doorgaan op de weg die is ingeslagen sinds 2013, toen een natuurpact is afgesloten. Dus dat pact van toen moest worden opgeplust om aan de doelen tegemoet te kunnen komen die er zijn. En dan moet je ook naar het landelijk gebied kijken, want juist daar gebeurde niet zoveel en ging het eigenlijk ook vrij matig met de natuur. Dat heeft in het najaar van 2019 al geleid tot een handvest Nederland Natuur Positief. Ik vond dat wel grappig om zo terug te lezen, omdat ja, dat nog ruim voor de corona was, maar sindsdien is Nederland ook heel positief. Maar in dit geval ging het even over natuur dus. Dat manifest, dat is door Rijk en provincies destijds gesloten. En dat richtte zich ook al op de natuur buiten die donkergroene natuurgebieden. We zien het ook terug, hè, als er dan een concrete uitwerking eigenlijk komt, eigenlijk naar aanleiding van de stikstofuitspraak in het programma Natuur van het Rijk in 2020. Waarin, en dan kunnen we naar de volgende sheet, natuurintensieve samenleving eigenlijk spoor 2 dan is van dat nieuwe programma Natuur. Dat zie je hier ook aangegeven. Hè. Het programma Natuur dat richt zich op het vergroten van, het staat er ook boven, hè, het VRR-doelbereik. Daarvoor is het nodig om de stikstofproblematiek aan te pakken. Daar is dat uitvoeringsprogramma voor. Maar we zien ook dat we willen toewerken naar een meer natuurinclusief areaal en verhaal. Daarvoor moet gebouwd worden, en dat gebeurt sindsdien, aan de agenda natuur inclusief. En dan komen we al wat dichter bij het thema van de ochtend. We kunnen naar de volgende sheet. Ja, hier staat in dat programma natuur, toen hadden we nog niet echt het idee van gaan werken aan basiskwaliteit natuur, maar toch werd die term al wel genoemd, hè? Het verhogen van de basiskwaliteit natuur naar een natuurinclusieve samenleving. En dat gaat er eigenlijk vanuit dat condities voor algemene, nog niet bedreigde soorten verbeteren en dat je ook een positief resultaat daarmee kunt halen voor bedreigde soorten. En dat is nog steeds een leidmotief in de aanpak, want je zult straks zien dat ook die basiskwaliteit natuur, hè, dat spoor 2, dat daar nu ook over gedacht wordt, om dat juist om die donkergroene gebieden heen als eerste aan te pakken. Maar in feite geldt het voor het hele landelijk en ook het stedelijk gebied. We kunnen naar de volgende sheet. Ja, uit dat verhaal van Nederland natuurpositief is toen rondom de verkiezingen, niet geheel toevallig natuurlijk, het handvest Nederland Natuur Inclusief gekomen. Ja, dat was eigenlijk ook een oproep aan het Rijk om ook middelen vrij te maken voor het uitrollen van die aanpak Natuur Inclusief. Hè. Want het is natuurlijk een beetje frappant dat de 3 miljard voor het uitvoeringsprogramma Natuur en het programma Natuur is vrijgemaakt, maar er stonden nog geen middelen voor het realiseren van die natuurinclusieve samenleving.
Dus dit handvest kun je ook zien als een oproep aan de onderhandelende partijen voor het regeerakkoord om daar ook middelen voor vrij te maken. We gaan straks nog even kijken wat de kansen nu zijn om daar ook daadwerkelijk middelen uit te trekken. Even kijken hoor, ik kijk even mijn aantekening terug. Ja, wat ik... Nee, ga maar door, dat is prima. Wat ik nog had willen zeggen is die toegenomen maatschappelijke aandacht voor biodiversiteit in landgebied, die manifesteert zich ook door allerlei initiatieven die er zijn. Hè. Dat kun je klein zien in Drenthe, relatief klein zoals bij Bloeiend Bennenveld, wat we natuurlijk binnen het Bermenraad ook heel erg koesteren. Je kunt het ook wat groter zien, zoals het Deltaplan voor biodiversiteitsherstel, waar bijvoorbeeld de Unie van Waterschappen ook gewoon bij aangesloten is en wij als provincie ook. Dus er lopen allerlei maatschappelijke initiatieven ook die dit ook ondersteunen en daar ook mee aan de slag gaan. En die sluiten dus ook aan bij de agenda Natuur Inclusief. Je moet die agenda Natuur Inclusief ook weer niet op zichzelf zien. Er zijn allerlei linken waarmee heel veel verband houdt, van de EU-biodiversiteitsstrategie tot de klimaataanpak, waaronder ook die nationale adaptatiestrategie, maar ook de stikstofaanpak die ik al noemde. En daar komen we zo ook nog even op het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Volgende sheet. De aanpak is het stimuleren van integraliteit, aanjagen van de cultuuromslag. Dat klinkt allemaal wat vaag, hè? Maar daar is echt nog wel een wereld te winnen. Want, uit mijn eigen ervaring ook als medewerker en ook bij een gemeente lange tijd kan ik zie je wel terug dat als je echt integraal handelt, dan denk je voordat je een plan maakt al hoe je natuurkwaliteit kunt integreren. En ga je het niet als een soort vinkjeslijst afwerken bij het uitwerken van een plan, wat wel vaak de praktijk is. Daarnaast moet je natuur inclusief natuurlijk financieel aantrekkelijk maken. En wil je ook een aanpak per domein. En dat is wat dus momenteel ook zijn verslag krijgt. Maar door hoor. Die ruimtelijke inrichting had ik al even genoemd. En je ziet hier een fragment wat nog niet naar buiten is gebracht. Dit komt uit het concept voor het agenda natuur inclusief. Want die agenda natuur inclusief die gaat één deze dagen als een stuk vanuit het Rijk naar, wordt dat de ether ingeslingerd van Rijk en provincies. En in die concepttekst daarvoor zie je onder andere dus het belang van die ruimtelijke inrichting staan als voor het realiseren van een hoog basisniveau aan biodiversiteit. En hierin wordt dus ook expliciet de basiskwaliteit natuur genoemd. Naast allerlei andere dingen, maar het is wel goed om dat hier even vast te pakken, want dit is ook een concreet aangrijpingspunt om mee aan de slag te gaan. Maar de vraag rijst natuurlijk wel op, wat is dan een basiskwaliteit natuur? Daarvoor is Naturalis aan de slag gegaan, samen met Rijk en provincies. We kunnen dan alweer naar de volgende sheet. Die hebben daarover een rapport uitgebracht op weg naar een basiskwaliteit natuur. Waarin ook staat wat precies die basiskwaliteit natuur is. En dat is eigenlijk dus om ervoor te zorgen dat algemene soorten algemeen kunnen zijn, blijven of worden. En dan hebben we het dus niet meer over donkergroene soorten die heel specifieke eisen aan hun habitats stellen. Ja, Hans liet wel de kraanvogel zien, al in een eerder plaatje. Maar daarvoor is de basiskwaliteit niet primair bedoeld, alhoewel we het natuurlijk graag hier hebben. Het gaat echt om algemene soorten als gewoon een egel, een konijn of een haas. Maar ook al die soorten uit het welkomstplaatje achter Hans voor het webinar, zoals een grasklokje of een steenuil en dat soort soorten die je gewoon elke dag eigenlijk makkelijk zou moeten kunnen tegenkomen.
Nou, Koos Biesmeijer en zijn club hebben daarvoor dit rapport dus uitgewerkt. En wel aardig is, is dat zij de plaatselijke kwaliteit natuur ook zien als een resultante van een gebiedsproces. Hè? Want draagvlak is ontzettend belangrijk om te komen tot iets waar je met alle partijen gezamenlijk aan zou moeten willen werken. Ik ben ook blij dat hier heel veel partijen aanwezig zijn, want we willen eigenlijk waterschappen en gemeenten ook oproepen om hier straks met dit rapport verder te gaan in het voor hun eigen regio. Hè, want biodiversiteit is natuurlijk niet specifiek aan gemeentegrenzen gebonden, maar om echt voor hun eigen regio te gaan uitwerken. En dan heb je al die partijen heb je dus nodig om met draagvlak daarmee aan de slag te kunnen gaan. Nou, we zullen straks zien dat landschap bepalend is binnen die basiskwaliteit natuur. En daarna spelen milieucondities en gebruik en beheer een rol. Nou, ik laat het hier maar even bij, want anders maak ik gras voor de voeten van de navolgende sprekers weg. Ja, dan is het van belang om nog even te kijken naar het regeerakkoord. Het regeerakkoord geeft middelen die deels ook, waarvan ik verwacht dat die deels ook beschikbaar zullen komen voor het realiseren van een natuurinclusieve samenleving en dus ook voor het realiseren van die basiskwaliteit natuur. We hebben natuurlijk de stikstofaanpak. Nou, die is gericht op die Natura 2000 gebieden zelf, maar ook op het gebied eromheen. En juist in het gebied eromheen zou je op zijn minst de basiskwaliteit natuur moeten willen realiseren. Nou, en daarvoor is het dus nodig dat je al je huiswerk hebt gedaan. Vandaar ook dat die boekjes als onderlegger van deze sheet. En dus zodat je goed kunt inspelen op wat er landelijk ontwikkeld wordt. Een andere aanpak die hiermee zeer annex lijkt is klimaataanpak. Ook bij uitwerking van het stikstofverhaal. Lijkt dat klimaataanpak en stikstofaanpak best met elkaar verwant zijn. Zeker als het gaat om echt stikstof en niet ammoniak. Dan komt er heel veel van de stikstofwinst die we verwachten. Komt eigenlijk al voor rekening van de vruchten van het klimaatakkoord. En ook in het uitwerken van, zeker als het ook gaat om klimaatadaptatie. Verwacht ik dus dat die kruisbestuiving, zou bijna zeggen, tussen stikstof en klimaat groot is. Nou, enkele andere termen die interessant zijn uit het regeerakkoord voor die basiskwaliteit natuur. Dat zijn termen als landschapsgrond. Hè. Dat gaat dan eigenlijk over grond die, nou, wat nu nog boerengrond is, die deels kan worden misschien afgewaardeerd. Om behalve het geschikt te zijn als landbouwgrond ook bijdraagt aan doelen voor natuur en biodiversiteit. En dat zal zich met name ook weer richten in die overgangsgebieden, denk ik. Verder wordt in het regeerakkoord ook gedoeld al op dat Nationaal Programma Landelijk Gebied. Wat dus nu in de stijgers wordt gezet. En er wordt gesproken over het transitiefonds voor landbouw en natuur. Nou, dit zijn allemaal dingen die uitgewerkt worden op dit moment. Maar daarbij zal die basiskwaliteit natuur ook zeker op onderdelen een belangrijke rol gaan spelen. Dat was hem denk ik even. Hans, hebben we nog een volgende? Ja, samen aan de slag. Nou ja, dat is eigenlijk waarvoor we vanochtend ook bijeen zijn. Om jullie een beetje warm te maken, in positie te brengen om los te gaan met dit concept. Als daar op dit moment vragen over zijn, dan hou ik me aan de telefoon. Want ik zit er klaar voor. Anders kunnen we het ook naar de discussie nog parkeren. En eerst Ali en Douwe laten vertellen over het rapport Basiskwaliteit Natuur Drenthe, dat dan is opgesteld, hoe ze dat hebben aangepakt en wat de resultaten daarvan zijn en hoe we dat wellicht ook kunnen gaan gebruiken. Hans? Ja, dankjewel Gerco. Fijn dat je dit even op zo'n prettige manier naar voren hebt gebracht. Even een mooie tijdlijn ook, hè, hoe de natuurinclusieve samenleving geleidelijk aan qua idee vorm kregen en hoe we daar dan ook ons steentje aan kunnen bijdragen. Even een kwinkslag. Die kraanvogel is dan wel een beest dat echt in donkergroene natuur broedt. Maar hij fourageert juist in het landelijk gebied. Hè? In
eigenlijk het gebied wat wij graag natuurinclusief willen gaan zien in de toekomst. Dus vandaar vond ik het wel een leuke metafoor, waardoor hij dus twee werelden als het ware verenigt. Hè? Net zoals wij dat in ons werk ook doen, wij gaan die twee werelden ook verenigen. Fijn, dan gaan we inderdaad nu over naar Ali Alsedaar en Douwe Schut van ATKB Bakker. Ik weet niet wie het woord neemt. Ik ga wel vanuit Ali, denk ik. Of Douwe. Douwe? Nee, volgens mij gaat Douwe gaat aftrappen. Ja, prima. Ik neem het halverwege over. En jullie delen ook je eigen scherm, denk ik, hè? Ja. Ja hoor, dat komt helemaal goed. Ja. Nou, oké. Ga je gang. Succes. Okay. Nou, dan ga ik eerst even het scherm delen. Ik hoop dat de presentatie zo goed zichtbaar is. Ja, mooi. Waar we het over gaan hebben is inderdaad de basiskwaliteit natuur in Drenthe. Zoals gezegd, Ali en ik hebben dat opgesteld. We werkten allebei op dat moment nog voor ATKB. Inmiddels zijn we allebei zelfstandig ecoloog en als ZZP'er ook aan de slag. Maar we doen dit nog wel namens ATKB omdat we het wel belangrijk vinden. Douwe, misschien is het ook goed om te melden dat Janneke verder ook aangesloten is, ergens in al die bolletjes. En Janneke is nog steeds gewoon actief als projectleider bij ATKB. Dus we hebben in die zin ook nog steeds gewoon die linking pin met ATKB voor vandaag. Ja, klopt. Yes, top. Ik ben samen met André Kloosterman inderdaad aanwezig. Oh, André is er ook. Hoi, André. Ja. Yes. Helemaal goed. Ja, zeker. Fijn. Kunnen jullie de voorstelling starten als dia-voorstelling? Ja, is dat nog niet? Moet ik even... Oh, mijn computer begint nu een beetje kuren te krijgen. Ik weet even niet zo goed wat er aan de hand is, maar hij pakt hem nou niet meer. En mocht het helemaal niet lukken, ik heb hem als reserve ook... op mijn computer staan. Of ik deel hem, Douwe, en dan kijken of het via mij wel lukt. Zullen we dat eens proberen? Ja, dat is goed. Alleen ik zie jullie nu ook niet meer. Dat is even het lastige. Ja, nu wel weer. Dus als jij hem kan delen, dan is dat prima. Kijken, scherm delen. En dan die. En dan moet ik wel even presentatie erbij pakken, denk ik. Moet ik even naar waar het begin is. Want ik begon natuurlijk op een andere plek. Hallo? Ja. Lijkt wel of die van mij ook niet. Die... vanaf het begin. Kan iedereen het zo zien? Ja. Oké, top. Nou, ik was dus al een beetje gestart. En Gerco heeft ook even heel kort aangegeven wat basiskwaliteit natuur nou eigenlijk is. Het concept is bedacht eigenlijk door de vogelbescherming. Die hebben ook meegeschreven aan het rapport van Naturalis. En gaandeweg toen Naturalis aan het schrijven was, hebben wij het rapport voor Drenthe ook opgesteld. Wat wel belangrijk is dat we wel geprobeerd hebben aan te sluiten zeg maar, bij de landelijke methodiek. Zodat dit ook toepasbaar is voor Drenthe met... in de hele bredere context. Het idee van basiskwaliteit is eigenlijk heel simpel. We moeten het algemene soorten algemeen houden. Het is een beetje een spoiler. Ik kijk alvast even door naar het deel van Ali wat ze gaat vertellen. Maar het gaat zo slecht dat het daadwerkelijk nodig is. Dus vandaar dat dit concept zo van basiskwaliteit echt heel erg nodig is. Volgende sheet alsjeblieft. Dan ook doet. Ja, maar er zit een jinx op de presentatie, Hans. Want ik loop ook nu vast. Ik heb helemaal niks meer. Dat is heel vervelend. Ja, kijk. Ja, ik ben er wel. Ja, hij is er. Ja. Nou ja, waar wij het in deze presentatie over gaan hebben, we gaan er eigenlijk een vrij grote stappen doorheen. Het is een behoorlijk lijvig rapport geworden. Maar wat we gedaan hebben is kijken voor die basiskwaliteit natuur. Eigenlijk de aanleiding en de uitdaging waar we voor staan natuurlijk. En daar hebben we een analyse voor uitgevoerd. En die ga ik ook even proberen de methode zeg maar duidelijk te maken van wat hebben we gedaan. En het idee is dat de basiskwaliteit natuur, dat die gemeten wordt in soorten. En dat die afhankelijk is van de kwaliteit van het landschap en de milieucondities. En natuurlijk ook het beheer en het gebruik, wat de menselijke factor is daarin, dat die ook heel erg belangrijk is. En Ali die zal dan wat laten zien ook over de resultaten van hoe staat het ervoor met die basiskwaliteit. En wat heel erg belangrijk is, is het woord handelingsperspectief. Dus wat kunnen we er eigenlijk met z'n allen mee doen? En dat is van heel groot tot heel klein, want iedereen kan in zijn achtertuin eigenlijk ook al het een en ander bijdragen. En daar zal Ali dus iets over vertellen. Volgende alsjeblieft.
Nou, de aanleiding is denk ik wel heel duidelijk, ook wel heel erg bekend bij mensen, dat het landschap is enorm verarmd, dat er een flinke afname is van landschapselementen, dus het gaat om houtwallen, sloten, geriefbosjes, en dat er zelfs sinds 1986, dus eigenlijk sinds een vrij recente periode, nog een hele grote afname is van die landschapselementen. En dat heeft gevolgen ook voor de aanwezige soorten. Ik denk dat iedereen het getal van 85% afname van natuurlijke biodiversiteit, dus het aantal soorten in Nederland, wel kent. Het is dan gemeten vanaf 1850, maar het geeft wel aan dat er een enorme achteruitgang is. En is die achteruitgang van soorten dan erg? Nou ja, daar kun je een heel gesprek over hebben. Ik denk van wel. Ook simpelweg omdat die biodiversiteit, wat Gerke ook al aangaf, en de minister ook, voor ons is het ontzettend belangrijk, gewoon simpelweg voor een gezonde leefomgeving. De lucht die we inademen en de beschikbaarheid van drinkwater. Dus die ecosysteemdiensten die ook gebaat zijn bij een goede basiskwaliteit natuur, dat is ook ons directe belang daarin. En vandaar ook dat het handelingsperspectief van wat kunnen we daar nou mee, dat ontzettend belangrijk is. En dat woord zal ik nog een aantal keren vaker gaan gebruiken. Volgende alsjeblieft. Nou, we hebben eigenlijk gekeken waar het relatief goed gaat en waar het relatief slecht gaat. De basiskwaliteit voor natuur in Drenthe is niet bedoeld als een soort maatlat, een vaste indeling, zeg maar, van nou, hier ligt de grens, daar gaat het goed, daar gaat het slecht. Maar we hebben gekeken provinciebreed wat de gebieden zijn waar het goed gaat, waar het wat minder slecht gaat of waar het relatief slechter gaat. En daarvoor hebben we gekeken ook naar een bepaald detailniveau van waarop kunnen we dat uitwerken, wanneer kunnen we zinnige uitspraken doen. En daar hebben we geprobeerd conclusies aan te verbinden. Ook aandachtspunten, van zijn er bijvoorbeeld knelpunten in kennis. En daaruit proberen ook weer de aanbevelingen te krijgen van wat kunnen we eraan doen. En het gaat dus om een globale analyse. We hebben er geen veldwerk aan gekoppeld. Dat heeft de Vogelbescherming in de Achterhoek bijvoorbeeld wel gedaan. Die hebben daar ook een duidelijke methode voor aangegeven. Binnen deze opdracht was het niet mogelijk om daar de hele provincie Drenthe te gaan bezoeken. En elke kilometer ook bijvoorbeeld te gaan beoordelen. En de basiskwaliteit natuur is gericht op alles wat binnen de NND zit. Dat zijn eigenlijk alle gebieden, dus buiten de NNN en buiten de Natura 2000 gebieden. Dus het kunnen stedelijke gebieden zijn, het kunnen landbouwgebieden zijn, het kunnen parken zijn. Het kan van alles zijn, als maar niet binnen die beleidsmatige begrenzing van wat natuur is ligt. We hebben daar een analyse uitgevoerd voor de 6 Drentse landschapstypen. Dat is een heel mooi uitgangspunt, omdat je daar, dat komt beleidsmatig ook al terug. Dus het is een mooie aansluiting. We hebben gekeken naar het milieu, het gebruik en het beheer. Het milieu, dat zijn de bekende termen verzuring, vermesting, verdroging. Ik denk dat iedereen daar wel een beeld bij heeft. Het gebruik, dat gaat bijvoorbeeld ook om het bermbeheer. Dus hoe vaak wordt daar gemaaid? Is dat heel intensief? Kunnen ook gezond zijn in stedelijk gebied. Zijn daar bijvoorbeeld delen die minder intensief gebruikt worden. En ook het beheer wat daarbij zit, of het gebruik wat daarbij zit, zeg maar, van hoe wordt daarmee omgegaan. Wat heel erg bepalend is voor de basiskwaliteit natuur, die we gemeten hebben aan de aanwezigheid van soorten. En die soorten zijn dan een soort resultanten, zeg maar, van de kwaliteit van het landschap en de kwaliteit van het milieu en het gebruik. En die moeten dus aangeven wat die basiskwaliteit natuur nu eigenlijk is. Omdat we daarmee een heel goed beeld hebben gekregen, eigenlijk provinciebreed, van wat er aan de hand is op een redelijk detailniveau, kunnen we daar ook een soort handelingsperspectief voor bijvoorbeeld projecten of voor gemeenten aan koppelen. En daar gaan we in deze presentatie verder naartoe werken. Als het gaat om de landschapskwaliteit, zoals ik al zei, we hebben gewerkt met 6 landschapstypen uit de provinciale omgevingsvisie. Dat is een heel mooi beginpunt dat je per landschapstype kunt aangeven van wat zijn nou de kenmerkende elementen daarvan. Bijvoorbeeld voor het S-dorp landschap zijn essen natuurlijk heel erg belangrijk. Houtwallen zijn belangrijk, in de veenkoloniën zijn de watergangen ontzettend belangrijk omdat ze heel typerend zijn. Ook openheid van het landschap is daar juist weer heel belangrijk. Terwijl in het S-dorp landschap geslotenheid bijvoorbeeld weer een kwaliteit is. En dat hebben we geprobeerd te kwantificeren aan de hand van de oppervlakte landschapselement in hectares per kilometerhok. Het lastige daarvan is, we hebben gewerkt met de BGT. Dat is gewoon een GIS-analyse die we hebben uitgevoerd en we hebben gekeken naar de oppervlakte landschapselement die dus aanwezig is. Het lastige is dat we niet de kwaliteit van bijvoorbeeld een houtwal daarin mee kunnen nemen. Dus dat we niet kunnen kijken hoeveel soorten komen daarin voor, wat is de kwaliteit van de bomen. Daarvoor hadden we veldwerk moeten verrichten en per landschapselement moeten gaan kijken wat die kwaliteit is. Dat ging voor nu te ver omdat we niet
het zoveel veldwerk zouden kunnen uitvoeren. Daaruit is een indeling in kwaliteitsklassen gekomen. Die kwaliteitsklassen geven eigenlijk de complete range aan, zeg maar, voor heel Drenthe, wat we aan oppervlakte landschapselement per kilometer ook hebben aangetroffen. Dus dat heeft weer een relatie met hoe het relatief gaat, zeg maar, binnen de provincie. Daar is een beeld uit naar voren gekomen, een kaartbeeld. Dat zullen we uiteraard zo ook laten zien. Dat hebben we wel getoetst, ook met mensen van Landschapsbeheer Drenthe en medewerkers van de provincie Drenthe. Van ja, klopt dat beeld wat wij hier dan uitkrijgen? Sluit het ook aan op jullie ervaring? Dus dat we niet alleen maar die GIS-analyse hebben, maar dat we wel proberen ook die doorslag te maken naar de praktijk. En klopt dat beeld ook? Volgende alsjeblieft. Het andere deel, de tweede pijler, dat zijn de milieucondities, beheer en het gebruik. Daar hebben we ook weer gewerkt met bestaande gegevens. Die milieucondities die hebben we in kaart gebracht. Dus eigenlijk bestaande analyses die al zijn uitgevoerd, hebben we voor Drenthe verder bekeken. En gerelateerd ook weer aan die landschapstypen. Dus ik denk dat zijn de bekende VER-thema's zoals daar ook in het lijstje staan. Waterkwaliteit hebben we uiteraard meegenomen. Omdat dat een hele belangrijke is voor de aanwezigheid van heel veel soorten. En ook het beheren en het gebruik, dus het agrarisch grondgebruik is daar bijvoorbeeld een hele belangrijke is. Is het intensief grasland? Is het al wat extensiever in beheer? Dat zijn zaken die er allemaal in bekeken zijn. Zoals ik eerder ook al aangaf, ook voor deze pijlen hebben we niet echt gewerkt met een beoordeling. Het gaat er meer om te kijken wat is nu feitelijk aanwezig. En dat is ook de opdracht geweest. En tot slot... de huidige situatie, dus om uiteindelijk wel iets meer te laten zien van nou, wat is nou de kwaliteit van die natuur buiten de beleidsmatige begrenzing, hebben we gekeken naar de soorten die aanwezig zijn. En ook daar hebben we weer een soort klasseindeling gemaakt, die een beeld moet geven, zeg maar, van de hele provincie en vooral aangeven waar het beter gaat of minder slecht of ja, waar het juist slechter gaat. Dat hebben we gedaan met gegevens uit de NDFF. Daar zat wel een knelpunt aan, als we naar de volgende gaan. We hebben gewerkt met doelsoorten. We hebben niet zozeer dus gekeken naar de rode lijstsoorten bijvoorbeeld. Het kan best zijn dat een rode lijstsoort ertussen zit. We hebben gekeken naar juist de algemene soorten. Een rode lijstsoort die je bijvoorbeeld wel bij zit, dat is een huismus. Dat is een rode lijstsoort, maar komt ook heel algemeen voor. Die zou hier wel heel goed binnenpassen. We hebben met verschillende soortgroepen gewerkt. Het idee is dat door een groot aantal soorten te pakken, dat je alle landschapstypen en landschapselementen ook goed dekt, zeg maar. Dus dat voor elk landschapselement voldoende soorten aanwezig zijn om dat beeld goed te krijgen. En dus we hebben gewerkt met amfibieën, reptielen, bijen, dagvlinders, flora, vogels en zoogdieren. Dus heel breed, zodat je een goed beeld krijgt van de algehele landschapskwaliteit. Want daar zijn die soorten uiteindelijk aan gekoppeld. Een mooi voorbeeld is ook die bruine kikker. Ik denk dat iedereen, als hij zou willen, zou die hem dagelijks moeten kunnen tegenkomen. En komt in heel veel verschillende landschapstypen ook voor. Maakt ook op verschillende manieren gebruik van het landschap. Zit bijvoorbeeld in watergangen, zit in poelen. Maar kan ook in bosjes zitten voor de overwintering. En wat een belangrijke criterium is geweest, ook voor de selectie van die soorten, dat ze relatief eenvoudig te inventariseren zijn. Dat biedt er bijvoorbeeld ook voor monitoring weer mogelijkheden, dat je met vrijwilligers kunt werken en dat je geen hele ingewikkelde monitoringstechnieken moet toepassen, maar dat je al wel kunt laten zien van kijk, er is sprake van een verbetering. Waar we wel tegen aangelopen zijn, de NDFF is een hele mooie databron, er staan ontzettend veel gegevens in. Maar niet alle gegevens zijn even goed toepasbaar voor dit specifieke doel of andere specifieke doelen. Heel veel stippen staan bijvoorbeeld alleen maar in de natuurgebieden. En buiten de natuurgebieden moet je net een beetje het geluk hebben dat er een waarnemer is die de soorten kan herkennen en ze ook nog invoert. En daar zijn we wel tegen aangelopen zeker voor die periode die we dan hebben aangegeven, dat een stuk minder is dan we gehoopt hadden. Daarom hebben we ook voor de uitwerking van doelsoorten gewerkt met een uurhokniveau, dus 5x5 kilometer. Waar we op landschapsniveau met 1x1 kilometer toe konden. In de beoordeling, de klasseindeling is niet nodig dat alle soorten overal zijn. Want we kunnen niet verwachten dat in zo'n 5x5 kilometer hok echt alle doelsoorten altijd aanwezig zijn. Enerzijds omdat ze gekoppeld zijn aan een landschapstype of een landschapselement. Maar je kunt ook niet verwachten dat elke soort overal aanwezig is binnen elk landschapstype. Dus dat is gewoon een beetje een gevolg ook van die klasseindeling waar we voor gekozen hebben. Wat ook wel belangrijk is, we hebben ook gekeken naar de ambassadeursoorten, zeg maar, die in Drenthe gekozen zijn. Dat ook die algemene soorten wel op die lijst staan.
En ja, hier wilde ik het woord aan Ali overgeven, die verder wat gaat vertellen over de resultaten en het handelingsperspectief. Yes. En ben ik even, kan iedereen mij horen en verstaan? Jazeker. Ik kan je goed horen, Ali. Oh, goed, fijn. Ja, ik wist niet helemaal of mijn geluid nog. Ja? We lopen iets uit de tijd. Jullie zijn ook later begonnen hoor. Maar ik weet niet hoeveel tijd je nodig hebt. Maar zou het mogelijk zijn dat je om 10:55 klaar bent? Even kijken. Oh, ik ga mijn best doen, Hans. Dat komt goed. Prima. Nou, zoals Douwe aangaf, ik mag jullie meenemen in de uitkomsten van de analyse, de resultaten. En ik ga jullie eerst even meenemen in wat wij uit landschapskwaliteit hebben gehaald. Daarna ga ik kort stilstaan ook bij milieucondities, beheer en gebruik. Wat daaruit komt en natuurlijk uiteindelijk ook wat uit die basiskwaliteit natuur, uit die analyse komt. En van daaruit wil ik nog met jullie stilstaan bij aandachtspunten, aanbevelingen en hoe dan te komen tot handelingsperspectief. Als we kijken naar landschapskwaliteit, dan hebben we daar een kaartbeeld uitgehaald. Dat hebben we ook geverifieerd hè, met gesprekken met Landschapsbeheer Drenthe en provinciale beleidsmedewerkers en mensen van handhaving. En wat je eruit ziet komen, is dat er in veel delen van Drenthe vooral oranje en rode kleuren komen. Wat inhoudt dat veel van het landschap in Drenthe sterk onder druk staat. En die delen die nog relatief beter scoren, dat zijn de gebieden ook waar de elementen vanuit welke reden dan ook beter beschermd zijn. Dat kan zijn omdat ze in een nationaal landschap liggen. Het kan zijn omdat daar gewoon vanuit historie minder aandacht is geweest, bijvoorbeeld voor schaalvergroting in de landbouw. En wat ook opvalt is bijvoorbeeld dat vooral rondom stedelijk gebied en grotere dorpen vaak elementen en structuren behouden zijn. En dat daar dus ook relatief beter wordt gescoord, omdat daar veel verschillende type structuren en elementen aanwezig zijn. En die gebieden die relatief slechter scoren, daar zie je als je daar beter naar kijkt ook relatief veel ruimtelijke drukfactoren. En dat kan efficiëntie van de landbouw zijn, maar dat kunnen ook andere aspecten zijn die druk op de ruimte geven. En wat je ziet is dat daar ook sterk de laatste decennia een afname van kenmerkende elementen en structuren heeft plaatsgevonden. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de veenkoloniën, waar toch het wijkenpatroon heel kenmerkend is en ook een hele belangrijke structuur oplevert, dan zie je dat in het verleden de wijken en de ruimte rondom de wijken waar verruiging kon optreden, veel meer aanwezig was. En dat natuurlijk tegenwoordig vooral ingezet is op efficiëntie van hectares. Ja, en dan zie je dat daarin kenmerkende elementen en structuren die voor dat landschap belangrijk zijn, minder aanwezig lijken te zijn op dit moment. En dan krijg je dit kaartbeeld. En dan zie je ook Kop van Drenthe, stukje Hondsrug, het zuidwestelijk deel van Drenthe en ook het meer richting de Reest, dat daar nog gebieden zitten waar het relatief goed gaat met het landschap. En als we dan kijken naar de uitkomsten van de analyse ten aanzien van milieucondities, beheer en gebruik, dan zien we dat in veel delen van Drenthe de nitraatgehalte boven de norm ligt, maar ook de zuurgraad te laag is dan, dus 75% onder de norm ligt. Verdroging is ook echt een aandachtspunt en dan niet alleen op de zandgronden, maar ook op de veengronden. En als we terugkijken, een aantal zomers geleden hebben we natuurlijk echt te maken gehad met zeer droge zomers. En dan zie je ook dat daar ook echt een kwetsbaar punt ligt als het gaat om kwaliteit van natuur. Niet alleen binnen de NNM, maar ook daarbuiten. Ook de kwaliteit van je landbouwgronden, dus de kwaliteit van je landschap. Wat we ook zien uit de analyse is dat in de KAW-doelen niet gehaald worden op dit moment. Dat daar in de waterstromen die daarvoor zijn aangewezen, de doelen die daarvoor zijn geformuleerd, worden op dit moment niet gehaald. Dus dat is ook zeker een aandachtspunt als je kijkt naar milieucondities. En dat waarmee daaruit geconcludeerd mag worden dat de invloed van milieucondities op die basiskwaliteit natuur naar verwachting wel groot is. Dus daar is echt nog wel werk aan de winkel en daar is echt verbetering mogelijk. En als je kijkt naar beheer en gebruik, is dat wat wij bijvoorbeeld uit de gesprekken mee hebben gekregen, ook vanuit Landschapsbeheer Drenthe en vanuit de beleidsmedewerkers en de medewerkers van de provincie Drenthe, is dat er ook in de afgelopen decennia weinig aandacht, ook financiële aandacht is geweest voor goed beheer van landschapselementen. Het is geen sinecure om een goede opbouw van een landschapselement mogelijk te maken.
En wat we ook hebben teruggekregen en wat we ook zien, is dat er vaak strakke overgangen zijn gerealiseerd tussen natuur en landbouw. Dat komt natuurlijk ook een beetje uit onze historie, hè? Van natuur was natuur en landbouw was landbouw. En wat je ziet is dat vooral veel vlies van ruigtes en overhoekjes is opgetreden. Het is optimaal benutten van optimaal beheer. Hè? Dus daar ligt ook voor de waterschappen en de gemeentes nog echt terrein om te winnen. Dus het is intensivering en optimalisatie van hectares in de landbouw. Maar ook als het gaat om beheer en onderhoud van inderdaad bermen, watergangen. En wederom vlies van ruigtes en overhoekjes. En het zit om soms in hele grote oppervlaktes, maar... Wat we ook zien is dat de winst ook te halen valt in die kleine elementen die her en der in het landschap terugkomen, die er van roegen veel meer nog waren en die in de laatste decennia verdwenen zijn. En het andere aspect wat we echt ook echt mee hebben gekregen uit die gesprekken is de ruimtelijke bescherming van de elementen. Dat wij hebben meegekregen dat handhaving er soms bij wordt geroepen als een houtwal wordt gekapt. En daar niets tegen kunnen doen. Dat er of een toestemming voor is gegeven, of dat eigenlijk de bescherming van die houtwal gewoon niet goed geborgd was. En dan kan er een houtwal geveld worden van 100 jaar of ouder. Dus dat daar nog wel discrepantie zit tussen hetgene we willen nastreven. Hè, dus we willen een landschap hebben waarin die algemene soorten zich weer thuis voelen. Maar dat de bescherming van het landschap er eigenlijk nog wat achteraan loopt, om het zo maar te zeggen. Ik wil er één beeld uithalen als het gaat om milieucondities, beheer en gebruik, en dat is die van de fosfaat in de bodem. En wat wij daar in onze analyse uit hebben gehaald, is dat als je kijkt naar die fosfaatnormen, waar dat wordt overschreden, is dat gekoppeld aan het gebruik. Dus het lijkt er naar uit te zien dat daar waar veel akkerbouw plaatsvindt, relatief veel akkerbouw, dat daar vaker een overschrijding van de fosfaatnormen in de bodem zitten. Het is te globaal om echt harde conclusies te kunnen trekken, maar wat wel helder is, is dat die landschapskwaliteit in of de milieucondities in het beheer en gebruik, dat allemaal knoppen zijn waaraan je kunt draaien om uiteindelijk die basiskwaliteit mogelijk te maken. Dan gaan we kijken naar de basiskwaliteit natuur. Wat komt daar dan uit? We hebben al aangegeven, we hebben het op 5 kilometer hokniveau moeten uitwerken. En het gaat echt om een relatieve score. Dus het gaat erom welk deel van Drenthe doet het gemiddeld beter of gemiddeld slechter. En als je dan naar het kaartbeeld kijkt, dan zie je dat er een aantal gebieden lichtgroen scoren. Je ziet ook dat geen van de gebieden donkergroen scoort. Er zijn een aantal gebieden die oranje scoren en een aantal die echt rood scoren. En wat je daaruit ziet, als je deze kaart naast de kaart van landschapskwaliteit zou leggen, dan zie je ook terugkomen dat waar de landschapskwaliteit relatief goed scoort, de basiskwaliteit ook relatief goed scoort. Dat die gebieden waar soms aandachtspunten zijn voor milieucondities, vaak ook de gebieden zijn waarin die natuurkwaliteit, die basiskwaliteit, iets achter lijkt te lopen ten opzichte van gemiddeld. En je ziet wederom Kop van Drenthe, stuk Hondsrucht, Zuidwesten zit een deel. Maar misschien zitten er ook wel gebieden waar de basiskwaliteit achter lijkt te lopen, terwijl daar bijvoorbeeld het landschap wel op orde lijkt te zijn, of beter op orde lijkt te zijn. Dus daar kun je op een gegeven moment, als je dieper die analyse in zou gaan, richting een gebiedsgerichte uitwerking, is het ook interessant om te kijken wat nou maakt dat die basiskwaliteit relatief beter of slechter gaat, en of dat altijd alleen maar landschap is, of dat er nog wat anders achter kan liggen. Conclusie is wel, naar aanleiding van onze analyse, dat die basiskwaliteit in Drenthe nergens helemaal op orde is. Nergens worden alle soorten in ieder geval waargenomen op dit moment, die we mogen verwachten wanneer de basiskwaliteit op orde is. Overal sprake van slecht tot matig, soms beter dan gemiddeld. En wat ik al aangaf, die gebieden die relatief beter scoren, ja, die scoren dus ook relatief beter op landschapskwaliteit, milieucondities en beheer en gebruik. Dus daarmee heb je ook gelijk de knoppen in handen en heb je gelijk ook datgene te pakken waar je je handelingsperspectief op moet richten. Want ja, op het moment dat de leefomgeving op orde is, dan mag je verwachten dat die algemene soorten ook weer terug gaan komen. En dat die basiskwaliteit op orde kan gaan komen. En ik gaf al even aan, relatief beter dan gemiddeld. Drentse A-gebied, Kop van Drenthe, noordelijk deel van de Hondsrug, zuidwestelijk deel van Drenthe. Nou, en die gebieden die wat slechter scoren dan gemiddeld, dat zijn de Veenkoloniën, omgeving Emmen en een deel van Hatje Drenthe.
En ik wil ook aangeven dat in het rapport hebben wij een veel gedetailleerde uitwerking kunnen maken. Zowel van de landschapstypen als ook van de verschillende deelgebieden waar wij naar gekeken hebben. Maar goed, daar leent de presentatie zich op dit moment niet voor. Maar kijk daar vooral ook gewoon in het rapport wat wij hebben aangegeven. En de aandachtspunten en aanbevelingen. Wat je ziet ook als je nu kijkt naar het beleid, wat ook landelijk en provinciaal uitgerold wordt, dat we sterk gaan naar een gebiedsgerichte uitwerking, een gebiedsgerichte aanpak. En ook die basiskwaliteit Natuur Drenthe, ja, dat is iets wat je per gebied zult gaan moeten oppakken. Maar wel sectoroverstijgend. Het is niet alleen de landbouw die een opgave heeft. Het zijn niet alleen de gemeentes, het zijn niet alleen de waterschappen ofwel de landschapsbeheerders. Je gaat meters maken, je gaat concrete resultaten bereiken op het moment dat je samenwerkt een sectoroverstijgend handelingsperspectieven formuleert. Maar daar sluit daarbij wel aan op bestaande programma's. Dat is natuurlijk ook de intentie en dat is de bedoeling. En dat is denk ik ook heel zinvol. En als je dan gaat richten bijvoorbeeld op het realiseren of het verbeteren van je landschapskwaliteit, is een van de dingen die wij mee hebben gekregen uit de gesprekken, richt je dan ook op de oude landschapsstructuren. De basis voor dat herstel, dat ligt nog steeds in het landschap. En probeer ook te herstellen datgene wat passend is bij dat landschapstype. Dus de sleutel voor die basiskwaliteit natuur en het herstel daarvan is ook het herstel van het landschap en de verbetering van de milieucondities, het beheer en het gebruik. En hoe ga je dat dan monitoren? Want je wilt natuurlijk ook weten dat je de goede kant op gaat. En je wilt kunnen evalueren. En wederom is daar ook onze aanbeveling niet een nieuwe monitoringstructuur op te richten. Maar echt aan te sluiten op dat wat er is. Maar daar wel de ruimte ook bieden om te kijken naar monitoring van landschapskwaliteit en eventueel andere indicatoren. En selectief gericht soorten te monitoren. Al die drie facetten heb je nodig om grip te krijgen op waar je heen gaat en waar je staat met je basiskwaliteit natuur. En je zou bijvoorbeeld aan kunnen sluiten op de monitoring die nu ontwikkeld wordt in het kader van de agenda Boer, Burger, Natuur, Drenthe. Daar worden mooie factsheets per landschapselement ook uitgewerkt. Dus maak daar gebruik van. En probeer wel regelmatig te actualiseren of je met je basiskwaliteit natuur op de goede weg bent. Of dat je wellicht je handelingsperspectief nog kan bijstellen of kan aanscherpen. En hoe nu verder? Wat Gerke ook aangaf, er is denk ik een hele belangrijke rol weggelegd voor gemeentes. Maar wel in samenwerking met andere gebiedspartijen. Als je een gebiedsproces op gang wil brengen, een gebiedsgerichte aanpak, zal er in ieder geval één partij moeten zijn die daar de lead in neemt. Maar dat is wel echt iets wat je gezamenlijk met elkaar moet willen realiseren en moet weer neer willen zetten. En ga dan op basis van een gebiedsgerichte uitwerking, dus een meer gedetailleerde uitwerking, ook kijken wat is dat concrete handelingsperspectief wat dit gebied nodig heeft. En kijk daarna ook welke koppelkansen je hebt binnen bestaande programma's om dat handelingsperspectief tot uitvoering te brengen. Nou, koppelkansen zijn bijvoorbeeld gelegen bij, er zijn een aantal pilots die opgezet gaan worden, heb ik van Gerke ook begrepen, als het gaat om basiskwaliteit natuur. En er zijn natuurlijk diverse programma's, daar heeft Gerke net ook al wat over gezegd, vanuit het IPO, het interprovinciale orgaan. Maar ook de nieuwe GLB, dus het nieuwe agrarisch natuurbeheer. Maar ook de eco-regelingen die daaruit voortkomen. En we hebben natuurlijk in Drenthe de agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe. En daar zijn denk ik ook wel concrete koppelkansen om dat handelingsperspectief tot uiting te brengen. Ik zie ondertussen dat ik op 10:55 ben. Nog 1 of 2 minuutjes, Hans. Dan ben ik er. Ja, ik heb jouw presentatie hiernaast bestaan. Dus ik weet dat je nog 1,5 sheet moet doen. Dus ik geef je die tijd. Top. Nou, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld handelingsperspectief voor gemeentes, hoe zou dat er ook uit kunnen komen te zien? Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een ecologisch actieplan. En dan kan je wellicht denken aan het inzetten van maatregelen of mogelijkheden op 3 sporen. Dus op je eigen gronden. Misschien kun je je eigen maaibeheer nog aanpassen. Maar je kunt ook denken aan het faciliteren van inwoners, particulieren of bedrijven, met vergroening van de leefomgeving. En daarnaast de 3e spoor zou dan kunnen zijn, echt samenwerking met die overige gebiedspartijen. Het is natuurlijk iets wat ook voor ons een ontdekkingstocht is. Het is ook een ontdekkingstocht, denk ik, voor de provincie Drenthe om met die basiskwaliteit aan de slag te gaan.
Ik denk dat wel evident is dat het iets is wat we gezamenlijk te doen hebben. En zoals de kersverse minister ook zei, het is eigenlijk toewerken naar een natuurinclusieve maatschappij, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kan en mag nemen. En dan wil ik afsluiten, niet met, zijn er nog vragen? Nee. Maar welke rol zien jullie weggelegd voor jullie eigen organisatie binnen die basiskwaliteit natuur? Welke koppelkansen zien jullie voor de basiskwaliteit natuur Drenthe met de bestaande programma's? Maar ook een belangrijke vraag die ik jullie mee wil geven richting de breakout rooms waar we zo meteen naartoe gaan. Dus welke uitdagingen zien jullie zelf voor jullie organisatie als het gaat om het realiseren van de basiskwaliteit natuur? Het zijn drie vragen die ik graag jullie mee wil geven voor na de pauze om er vast eens even over na te denken. En dan ben ik bij het einde van mijn presentatie. Nou, dankjewel Ali en ook Douwe natuurlijk voor jullie gezamenlijke bijdrage aan deze ochtend. Hartstikke leuk gedaan. Ik laat deze laatste sheet straks nog even terugkomen als we met de breakout rooms gaan starten. Dan hebben we het allemaal weer vers in onze geest gelegd. Want dit zijn wel de vragen waar we eigenlijk vanochtend nog wat verder op willen inzoomen. Hoe kunnen wij zelf werken aan die natuurbasiskwaliteit, aan die natuurinclusieve samenleving? Welke kansen zien wij? Welke sporen kun je bewandelen? Et cetera, et cetera. Het is nu eerst tijd voor een glas water, een kopje koffie, een kop thee of een plaspauze. Ik stel voor, het is nu 11:02, dat we proberen om 11:10 weer te beginnen. Dus dan heb je 12 minuten om de trappen een paar keer heen en weer te lopen om eventjes weer wat energie op te doen. Dus doe je best en dan zien we jullie allemaal over 12 minuten weer terug. Yes, dank Hans.
via het vliegkilometer. Wacht eventjes. Vlinders. Beste mensen, over één minuutje gaan we weer beginnen. Ik hoop dat jullie het kopje thee voor je hebben staan of iets dergelijks. Goed, op mijn computer is het 10:50. Tijd om weer verder te gaan. Zoals gezegd deel ik nog even mijn scherm om de drie vragen van Ali terug te zien. Als het goed is zien jullie nu mijn scherm. De vragen van die Ali waren, en ook van Douwe uiteraard. Zo, ik hoop dat ik nu verstaanbaar ben weer. Allereerst, welke rol zien jullie weggelegd voor jullie organisatie binnen de basiskwaliteit Natuur Drenthe? De tweede vraag, welke koppelkansen zien jullie voor basiskwaliteit Natuur Drenthe met bestaande programma's? Al die dingen die al lopen, bijvoorbeeld. En tot slot, welke uitdagingen zien jullie voor het realiseren van de basiskwaliteit Natuur Drenthe? Misschien is dat wel de belangrijkste vraag nog. Hè? De uitdagingen die zijn er om aan te gaan. Die moeten we met twee handen vastpakken, als het ware, om daarmee ook de goede oplossingen te vinden. Nou, dit zijn de drie vragen waar jullie over kunnen gaan praten in de breakout rooms. Ik ga nu even weer het scherm delen stoppen. Collega Herman Offreins die gaat zo die breakout rooms realiseren. Dat zijn groepen van ongeveer 6 personen die hij heeft samengesteld. Daarin hebben jullie 15 minuten de tijd straks om met elkaar van gedachten te wisselen. Daarna stoppen we deze breakout rooms weer en gaan we eerst plenair terugkoppelen. Dat betekent dat het programma iets omgegooid wordt, dus de voordracht van Mark Ronda, de programmaleider Soortrijk Drenthe, die vindt daarna plaats. En daarna hebben we nog een soort centrale afsluiting. Ik zie Gerco, jij wil nog even iets naar voren brengen. Ja, of misschien ik. We hadden natuurlijk die drie vragen gaan we zo mee aan de slag. Maar wat ik nog wil aangeven, ik kan me voorstellen dat er ook nog wel vragen zijn. Of over de methodiek, of de werkwijze, of en de uitkomsten, of dan wel het rapport.
Wist dat dit webinar daar niet het meest geschikt voor is, maar mochten die vragen er zijn, ja, dan kan dat natuurlijk gewoon bij Gerco worden aangedragen en dan kan er vanuit ons, dan wel vanuit Janneke en André, prima antwoord op worden gegeven. Dus dat wou ik nog even meegeven, want ik kan me voorstellen dat er echt nog wel vragen zijn, maar ja, er is nu gewoon wat minder ruimte voor, omdat we echt naar die drie vragen willen. Dat wou ik nog even aangeven. Dankjewel Ali, het stond op mijn lijstje, maar jij hebt mij, maar Gerco en ik hebben continu communicatie samen. Maar Gerco, had jij nog een opmerking? Nou, een beetje in het verlengde hiervan, dat inderdaad bij de... Iets harder Gerco. Ja, in het verlengde hiervan inderdaad, dat we bij de plenaire terugkoppeling wellicht ook nog even een paar vragen over basiskwaliteit natuurlijk. Prima. Kun jij ondertussen even aan je geluid werken. Nou, bedankt hiervoor allebei. Herman, zou jij de breakout rooms willen instarten? Het duurt even, geloof ik, maar... Goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken hoor. Zitten we nou in een vergaderruimte of even denken? Ja, vergaderruimte 5. Met ons drie. ja, even kijken of... Nee, ik denk dat we nog in de hoofdruimte zitten, toch? Of, Nee, omdat jullie er even uit waren, is dat denk ik... Ik ga even kijken hoe het nou zit. Ik heb wel bij vergaderruimte 5 een pijltje staan en een belletje. Als ik daarop druk, zou dat dan goed gaan? Nou, probeer maar. Ik had de Douwe bij 6 gezet, maar... Judith, geluid staat uit, denk ik.
Kan ik wat meer iemand doen? Knijzerhakend. Knijzerhakend. We waren dat toch niet klaar. Abrupt einde. Goeiedag plan alweer. Ik weet niet of iedere break... Ja, kijk, ik zie ook bekende gezichten die bij mij in de breakout room zaten. Hartstikke leuk. Fijn dat jullie allemaal weer zijn. Nou, wij werden eigenlijk toch nog vrij abrupt afgekapt. Aanvankelijk had ik gedacht van, want ik heb het vaker meegemaakt, dat in een breakout room op een gegeven moment mensen naar elkaar gaan zitten staren. Nou, daar was bij ons in ieder geval geen sprake van. Nee. En wat we ook zagen is dat allerlei zaken door elkaar gingen lopen. Hè? Van de uitdagingen naar de koppelkansen en naar alles wat al gebeurt. Dus wat dat betreft hebben we denk ik wel het scala aan bod gehad. Ik hoop dat jullie allemaal hebben afgesproken wie wat aantekeningen heeft gemaakt. En wie even wat kort zou kunnen vertellen over de... Nou ja, de resultaten van de eigen breakout room. Ik weet dus niet precies wie er allemaal in zaten, maar ik zou willen vragen van wie wil als eerste iets vertellen over zijn breakout room? Ja, dat wil ik wel, Hans. Heel goed. Ja, ik pak het. Ondanks dat de tijd kort was, is er in ons groepje veel gezegd. Het was een levendige discussie, het was leuk om te merken. Waterschap, gemeente. Onder andere AND, maar die kreeg zijn microfoon niet aan, dus die kon helaas iets minder inbrengen. Maar even inhoudelijk. Nou, een van de oproepen was dat er eigenlijk voor een deel ook gewoon een nieuwe landinrichting nodig is. Waar landschapselementen onderdeel van zijn en niet worden weggeveegd. Zeg maar. Dat was een opmerking. Het zakelijk ingerichte landschap, daar is nu... Is het, landschapselementen daarin zijn te vrijblijvend. Natuur is geen speeltje, is gezegd. En wat ik ook wel interessant vond was dat het wettelijk kader. Het wettelijk kader is nu vooral ligt de nadruk heel erg op soorten. En zou, als je het hebt over wettelijke bescherming, zou dat niet veel meer moeten liggen op, op het landschap of landschapselementen. En wat ik wel een mooie vond was dat we moeten kijken, daar wou ik mee afsluiten, dat kennis en ambitie op alle niveaus aanwezig is. Hè? Je kunt een politieke ambitie hebben, je kunt een beleidsmatige ambitie hebben. En ook in de vertaling naar het beheer en uitvoering kun je ambitie hebben. Maar als er geen kennis of wil is om ermee aan de slag te gaan, dan kan het eigenlijk op al die niveaus kan het misgaan. En dan kan het in principe, dan kun je in al die beleidsmatige en beheersmatige ambities kun je het voor elkaar hebben. Maar als bij de uitvoering bijvoorbeeld geen mensen zitten die dat kunnen vertalen naar goed beheer, dan gaat het alsnog mis. Dus dat was, vond ik wel een hele mooie en sterke oproep. Daar wou ik het even bij laten voor mijn groepje. Ik wou toch nog iets aanvullen. Mij ook sorry, nog opviel, Suzanne, ja tuurlijk. Geeft niet. Wat mij ook nog opviel is dat eigenlijk natuurgroen zeg maar als sluitpost gezien wordt. En niet als een voordienmodel. Zowel voor de openbare ruimte, qua bermbeheer en ook qua agrarisch gebied. Het zegt op zich wel wat over de zakelijke inrichting. Maar daar zit op zich een kans. Je kan hem omdraaien juist om er wel een verdienmodel aan te geven. En een andere wat ik ook nog hoorde is eigenlijk de cultuuromslag. Dat als mensen de meerwaarde er niet van inzien, hè, onder andere de uitvoering, maar ook de bewoners. Dat als zij niet ervaren wat de meerwaarde ervan is, dat het dan gewoon weggehaald wordt of alsnog weer kort gemaaid wordt. Dank je wel voor deze toevoeging. Wie meldt zich nu aan als volgende vertegenwoordiger van een breakout room? Wie durft het aan? Zal ik... Sorry. Oké. Okay. Wie hoor ik nu? Hoort mij, maar ik zit eigenlijk te wachten op René Vree. Ja, net toen wij zeg maar naar een andere plek gingen, toen stonden we helemaal op zwart. Dus vandaar dat ik nog even niet kon... op de vraag van Mark kon reageren. Maar als je het hebt over het landschap, dan denk ik ook dat het heel goed is om de vlakdekkende elementen ook mee te nemen. We hebben honderden hectares aan beheer liggen in de veenkoloniën. Dus er is veel meer in het landschap dan alleen maar de houtige elementen.
maar wat er allemaal nu op dit moment ingericht wordt. Dus het beeld is veel breder om mee te nemen, denk ik, om die scope van wat er allemaal gebeurt, om daar om dat op de juiste manier te waarderen, zeg maar. Dus er gebeurt al heel veel. En die architectuur die daarin zit, de groenblauwe architectuur, de KPI's die op dat niveau worden ontwikkeld. Dus voor mij is de wereld al breder dan alleen kijken naar landschap en naar de landschapselementen. Dat wou ik even toevoegen. En er liggen heel veel kansen in het GLB en op een aantal andere vlakken. Ja. En de samenwerking, de connectiviteit, de ruimtelijke mozaïeken, zeg maar, die we daarvoor kunnen gebruiken. Ik denk dat die focus met elkaar, dat die heel belangrijk is. Dankjewel, René. Ja, je hebt hem helemaal op zwart, Mark. Je hebt hem helemaal op zwart gezet. Ik zou jou nooit op zwart zetten, René, dat weet je. Gerco, was jij de volgende? Nou, dat kan. Ga je gang. Ja. Nou, we zaten in een klein clubje en de tijd was te kort om heel diep te gaan. Maar gelukkig kwam er toch wel van alles uit. En aan de ene kant werden de resultaten best wel als confronterend ervaren. Omdat er toch ook een groot deel van Drenthe eigenlijk rood kleurde in het kaartbeeld, zeg maar. En aan de andere kant werd dat toch ook als niet verrassend en herkenbaar gezien. Dus dat is één gegeven. Waarbij er trouwens ook wel positieve tendensen worden waargenomen, hoor. Dus het is niet alleen kommer en kwel. Uiteindelijk werd vooral ook, eigenlijk net als bij René, trouwens leuk om die weer even hier te zien, werd er gerefereerd aan het belang van die groene en blauwe dooradering. En we hadden bijvoorbeeld het waterschap aan boord die vertelde hoe ze daar met natuurvriendelijke oevers ook in landelijk gebied aan werken. Dus dat belang werd heel erg benadrukt. Vanuit de natuurmonumenten werd nog gezegd van ja, een probleem is dat wij gewoon geen vergoeding krijgen op dit moment voor het onderhoud van landschapselementen buiten NNN. Dus dat is echt ook wel een aandachtspunt, denk ik, voor ons als provincie. Mochten we extra middelen kunnen verwerven om dat weer te regelen. Want dat is natuurlijk ook voor heel groot belang voor het op orde brengen van die basiskwaliteit natuur. Misschien zijn er nog mensen die willen aanvullen, maar dat heb ik in ieder geval gehoord. Naast heel kort dat dan, als iemand nog een aanvulling heeft. Ja, ik heb wel een aanvulling. In ieder geval dat het ook een beetje verontrustend is uit de eerste algemene presentatie. Dat eigenlijk die gegevens die er bekend zijn toch heel fragmentarisch zijn. Sowieso op 5x5 kilometer schaal en over een hele lange periode. Dus dat geeft ook wel aan dat er best behoefte is om dan meer op gedetailleerdere schaal inzicht te krijgen van hoe zit het nou op perceelsniveau of eventueel kilometer schaal. Dat je daar al een wat fijner beeld van kan krijgen. Dankjewel, Michiel. Dan gaan we gezien de tijd over naar de volgende breakout room. Zal ik die doen, Hans? Ja hoor, ga je gaan. Ik zat met Brinda, Arjen en Bert. Bertil in, we waren ook maar met z'n viertjes in een breakout room. En wat wel interessant was om aan te geven is dat Arjen, die bij de gemeente Emmen werkt, aangaf van joh, het is heel rood. Ik herken dat niet helemaal als ik kijk naar wat we hebben gedaan en wat er allemaal is aan elementen ook in en rondom Emmen. Dus ik heb ook aangegeven, ja, wij hebben natuurlijk een globale analyse gedaan. En dit is ook nu heel interessant om, wat net ook al uitgesproken was, om misschien nog wat meer in detail te kunnen kijken. Ja, waar zit het hem dan in? Waar zitten de nuances en wat zijn uiteindelijk dan ook het handelingsperspectief wat je kunt formuleren? Wat ook bij ons er wel uitkwam, is dat er vaak op eigen gronden wel stappen zijn gezet en ook stappen worden gezet, maar dat de uitdaging hem ook nog wel zit echt in het samenwerken met al die verschillende partijen. Dus hoe ga je met elkaar zo samenwerken dat je synergie gaat krijgen in het buitengebied? Dus daar ligt echt nog wel een uitdaging.
En je hebt ook, het lijkt ook wel, er moet ook iets van een prikkel zijn om die samenwerking gewoon tot gang te kunnen, op gang te kunnen brengen. Vaak zie je met grotere projecten, met grote ruimtelijke inrichtingsprojecten, waar ook vaak financiële middelen voor vrij worden gemaakt, daar zie je dat die samenwerking op stand komt of tot stand komt. Maar hoe ga je die prikkel ook in andere gebieden bieden? En het andere was, ja, Brenda, jij was bezig met een mooie toelichting op hoe jullie het vanuit de provincie Drenthe ervaren als het gaat om de ruimtelijke ordening en de bescherming. En toen viel ik persoonlijk weg. Maar volgens mij, wat je probeerde te zeggen is van ja, er wordt wel geadviseerd of er worden wel kaders meegegeven, bijvoorbeeld ook vanuit de provincie. Maar er wordt ook lang niet altijd invulling aangegeven. Dus dat in het naleven van plannen die je met elkaar neerlegt, en dat het ook tot uitvoering wordt gebracht, dat daar ook nog wel een aandachtspunt ligt. Dus als je met elkaar afspreekt, er komt iets, een nieuwe houtwal, of er komt een dit, of er komt dat dan ook, nou ja, dat we ook daadwerkelijk dat gaan doen. Partijen. Dankjewel. Dus dat was een beetje. Nog iets toe te voegen? Ik weet niet of er andere mensen zijn uit de breakout room die iets toe te voegen hebben. Ik denk zelf dat je, ik vind hem wel, die samenwerking. Dus van hoe ga je die samenwerking aan? En misschien ook wel wat René zegt. Hoe maak je ook vooral gebruik van die vlakdekkende elementen? Maar daar valt denk ik heel veel winst te halen als het om milieu, water, verdroging en dat soort randvoorwaarden gaat. Dus dat is wel een terechte opmerking. Dankjewel. Als ik er even bij mag vullen. Hoor, want dat vond ik. Ik herkende mij niet helemaal in die kader. Die grote overzichtskader. Vanuit Immen hebben wij beheerkaart beschikbaar van de actuele beheergegevens. Wat ik bijvoorbeeld niet terugzag, ook door de provincie aangegeven, is de lange runde. De gemeentelijke herinrichtingsbosjes die in de jaren 90 zijn aangelegd. Als ik kijk naar Bagenmeergebied, wat daar gebeurd is, de Rietplas, Oosterse Bos. En als je dan ziet dat Emmen rood kleurt op die gebieden, denk ik van nou, dan heb je niet de meest actuele beheergegevens. Ik zou het voor pleiten dat misschien alle Drentse gemeenten hun, als ze dat digitaal hebben, die beheergegevens, de Bosgroep heeft het ook, dat te bundelen en van daaruit analyse te maken, om ook die verbinding te maken, beter zicht krijgen, waar zijn mijn partners en waar kan ik iets doen. Ja. Dat zou ik wel een mooie aanvulling vinden. Goeie toevoeging aan jou, dankjewel daarvoor. Ik zie een handje van Gerco. Ja, dat is een beetje een opstapje naar hoe nu verder, hè? Zoals Anjo ook eigenlijk aangeeft. Nou, we hebben het straks nog heel even kort over, maar om toch alvast iets te zeggen. Wat mij betreft, dat heb ik eerder ook genoemd, zou er eigenlijk per gemeente of per regio nog een uitwerking van dat rapport moeten komen, waarin we echt wat gaan verfijnen, zeg maar. Er zijn ook wel mogelijkheden wellicht, althans daar zijn we naar aan het kijken, om dat vanuit de provincie te ondersteunen. Nou ja, en als ik dan zo aan jou hoor, denk ik dat zou heel goed zijn als Emmen daar ook mee aan de slag gaat. En we kunnen samen kijken of we dat bijvoorbeeld in gang kunnen zetten op deze manier. Dankjewel Gerco voor deze toevoeging. We gaan nu even van de kort, tijd. Ja, heel kort. Één zin aan jou. Heel kort. We hebben ook aangeleverd voor heel Drenthe Zond onze beheerkaart. En dan hebben we het over digitale bermbeheer, hoe dat wordt uitgevoerd. Dat vond ik een mooi uitgangspunt om misschien dan ook de bosjes erin te zetten. Dankjewel, dat is een goede tip. Heel goed. Ik had zelf ook een breakout room, maar ik wil graag nog eerst de gelegenheid geven aan een ander. Is er nog iemand anders die namens een breakout room wil spreken? Ja, als ik nog even het woord mag nemen. De tijd was eigenlijk een beetje te kort om echt een discussie aan te gaan. We hebben wel vanuit de gemeente Noorderveld, kwam wel de vraag ook van ja, welke rol gaat de provincie hierin spelen? Dat daar wel meer duidelijkheid over mag komen. Ook met het punt wat al is aangegeven dat heel veel geld gelabeld is eigenlijk voor natuurgebieden en minder voor in de NND. Dat daar misschien wat meer duidelijkheid nog over zou komen, dat het in de presentatie in elk geval ook wat nog verder had uitgewerkt kunnen worden wellicht. Vanuit de AND werd aangegeven van nou eigenlijk wordt de rol al heel goed opgepakt omdat er al heel veel samenwerking ook is. Dat er al een hele hoop dingen opgepakt worden. Dus dat er ook al een hele hoop eigenlijk loopt. Dus als antwoord gegeven wordt op die vragen dat er al wel een hele hoop ook gaande is. Dus dat is eigenlijk even een korte samenvatting. Ik weet niet of iemand uit de breakout room nog een toevoeging daarop heeft. Nee, dan gaan we verder. Is er nog een andere breakout room, anders dan die ik zelf vertegenwoordig zometeen?
Nee. Nou, dan, ik had ook een leuke breakout room waar een gemêleerd gezelschap zat. Namelijk een paar gemeentes, de Vogelbescherming en ook bureau ATKB. En Judith van der Weijden was daar ook mee aanwezig. Wat een rode draad was, is dat eigenlijk de gemeentes allemaal echt proberen hun best te doen met het ecologisch bermbeheer. En ook het beheer van de taluds natuurlijk die daar aan vastzitten als het ware. Dat lukt bij de een al wat beter dan de andere, maar het is echt iets wat ze heel graag verder willen brengen om daarmee als het ware de linten in het landschap ecologisch gestalte te geven. Daarnaast werden door twee gemeenten gezegd dat natuurlijk als je gaat bouwen, nieuwe woonwijken, dat daar het natuurinclusieve eigenlijk ook het uitgangspunt zou moeten zijn. Dat is nog niet in Assen bijvoorbeeld nog niet zo gezegd dat het als het ware afgedwongen kan worden. Hè? Dus dat iemand die bouwt daar aan bepaalde standaarden moet voldoen. Maar daar wordt aan gewerkt. Althans, de ideeën zijn dat werd naar voren gebracht. En dat hangt ook samen met de natuurinclusieve inrichting van een nieuw woningbouwgebied. Daar kun je natuurlijk al heel veel doen om gelijk te werken aan die basiskwaliteit. Daarnaast werd er ook genoemd dat gemeenten natuurlijk ook een rol hebben bij het beheer van groen elementen in het buitengebied, hè, houtwallen, singels en dergelijke. En gemeente Koevoorde is daar een mooie slag mee aan het maken om daar wat meer differentiatie in aan te brengen, zodat het niet allemaal eenvormig is, maar dat er veel meer structuur is in houtwallen en singels. Dat ze tegelijkertijd merken dat heel veel groen elementen geleidelijk aan zijn weggeploegd door landbouwers. En waardoor in feite er veel minder body meer is aan dat soort elementen. En daar zijn ze ook over aan het werk. En zij legden het accent ook dat er meer handhaving moet plaatsvinden in het buitengebied. Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk groen behouden en goed kunnen beheren. Er werden ook al wat koppelkansen aangegeven. Als voorbeeld gemeente Noordenveld. Daar wordt gewerkt aan nieuwe plannen voor de onlanden en voor het vochtgeloren veen. Nou, we kunnen natuurlijk gaan kijken hoe we daar ook koppelkansen kunnen verzilveren. Waardoor ook het gebied eromheen daar de positieve vruchten van plukt. Maar daarnaast werd het een aantal keer aangegeven dat we het toch wel samen moeten doen. Dat de gemeente of een wat voor organisatie ook of een particulier niet alleen staat. Maar dat we samen de uitdaging moeten aangaan en samen ook gewoon sterker zijn. En daarom ook dit bermberaad wat wij met elkaar hebben om ook gewoon die samenwerking daar verder gestalte in te geven. Zeker ook in de richting van de landbouw waar nog hele grote uitdagingen te verwachten zijn in het kader van, noem het maar, het stikstofbeleid bijvoorbeeld. Hè? Maar ook naar meer natuurinclusief boeren. De Vogelbescherming gaf nog aan dat zij natuurlijk een belangrijke kennisbank zijn. Hè? Die ook heel graag die kennis beschikbaar stelt om meer te doen aan natuurinclusief werken in het buitengebied. En daar zullen we ook heel graag gebruik van willen maken. Tot slot werd er ook nog aangegeven dat, en dat was met name bureau ATKB, dat we wel heel goed het verhaal moeten vertellen. Dat willen we mensen meekrijgen, bijvoorbeeld individuele boeren bijvoorbeeld. Dat ze echt wel het gevoel moeten krijgen dat het zinvol is wat we doen. Dat ze het snappen waarom we het een en ander doen. Waarom beheren we een berm ecologisch? Wat heeft dat voor effect op de natuur? En in sommige gevallen plukken zij daar dan ook de vruchten van. Dus vertel het verhaal goed, de communicatie als het ware. Nou, dat waren een paar hoogtepunten uit onze breakout room. Wat dat betreft denk ik toch, ondanks de korte tijd die we hadden, zijn er heel veel interessante dingen opgehaald. Tenminste, ik heb heel veel gehoord. Ik hoop ook dat er iemand in ons gezelschap is geweest binnen de provincie die het een en ander heeft opgeschreven. Zodat we dat nog eens een keertje kunnen laten terugkomen in het verdere verloop van het bermberaad. Want de uitdagingen die zijn groot. De koppelkansen die zijn ook aanwezig. Hè? We hebben echt, het is echt, het glas is meer dan half vol, zou je kunnen zeggen. Er zijn veel mogelijkheden om met dit verhaal aan de gang te gaan. Met dat in het achterhoofd zou ik eigenlijk nu het woord willen geven aan Mark Ronda, want die staat nog op het programma met iets wat daar ook op doorgaat. Hè? De titel van zijn verhaal is een toelichting op kansen binnen het programma Soortenrijk Drenthe. Mark, mag ik jou het woord geven? Ja, op zich wel, maar ik zag dat Michiel, ik vond het toch, want die heeft al een hele tijd zijn handje omhoog staan. Dus ik vond het toch wel even... Michiel, had jij een handje omhoog? Ja, ik had inderdaad een handje omhoog. En ik kan het heel kort houden hoor, want even inhakend op die bermen en heel Drenthe zoomt, hebben we samen onder andere met Floron een enquête opgesteld voor ook alle gemeentes, om ook juist te achterhalen waar de wensen zitten bij gemeentes en waarom bermmonitoring bijvoorbeeld nog niet goed werkt of waarom het wel goed werkt en ook waar de behoeftes liggen bij verschillende gemeentes. En die is dus ook naar alle gemeentes toegestuurd.
En bij deze wil ik ook van de kans gebruik maken om iedereen op te roepen om die enquête nog even in te vullen. Mocht het nog niet gedaan. Dankjewel, Michiel. Mijn excuus dat ik jouw handje niet op tijd heb opgepikt. Maar fijn was Mark wel heel attent en heb je het toch even kunnen zeggen. Mark, mag ik jou dan het woord geven? Kan die link nog even doorgestuurd worden? Van die wat net over gesproken is? Ja, dat kan zeker. Helemaal goed, dankjewel. Hans, waar naartoe dan eigenlijk? Want ik moet dan even ook weten waar je naartoe moet. Michiel, stuur het maar gewoon naar mij toe, naar a.dekker@drenthe.nl. Dan zorg ik dat het bij de rest terecht komt. Hans, dat is niet nodig. Kelly gaat als goed is vandaag nog een reminder rondsturen naar alle gemeenten. Okay. Nou, prima. Ook geregeld. Mark. Even kijken. Ja, ik weet niet, zien jullie mijn scherm? Ja hoor. Mooi, dan kan ik los. Voor degene die, terwijl het zonnetje hier lekker gaat schijnen. Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Mark Londa. Ik werk inmiddels 6 jaar bij de provincie Drenthe. Eerste aantal jaren heb ik mij vooral begeven op het gebied van ruimtelijke ordening binnen het Natuurnetwerk Nederland en de toetsing daarvan. De afgelopen 1,5 jaar ben ik als projectregisseur hernieuwbare energie, heb ik een uitstapje gemaakt en was ik vooral betrokken bij grootschalige zonneparken en de inpassing daarvan. En sinds begin dit jaar ben ik teruggekomen op mijn nest, om het zo maar te zeggen, en werk ik weer bij het team Landelijk Gebied als programmaleider van het programma Soortenrijk Drenthe. En wat het programma Soortenrijk Drenthe is, daar wil ik jullie even heel kort in meenemen en ook even wat de relatie is met wat er nu al besproken is. Ik heb niet zo heel lang meer, zag ik dus. Maar het voordeel is dat er een aantal dingen ook al besproken zijn in de vorige presentaties. Wat mij betreft kunnen we er snel doorheen. Om even te beginnen. Ik neem aan dat de meeste van jullie het programma natuurlijk Platteland wel kennen. En wat is voor degene die dat niet kent, zeg maar, het programma Natuurlijk Platteland, dat werkt tot voor kort eigenlijk met 2 programma-sporen, zeg maar, 1 Natura 2000 en 1 NNN, hè, om de doelen, zeg maar, die we voor die 2 type natuurgebieden, waar natuurlijk ook weer overlap in zit, zeg maar, hebben, om die te realiseren. En dat gaat dan vooral over het verwerven van gronden om het NNN compleet te maken, of de inrichting van natuurgebieden om de Natura 2000-doelen te behalen. Maar eigenlijk is dat programma Soortenrijk Drenthe, dat is een nieuw programma onder de vlag van het programma Natuurlijk Platteland, zoals we dat kennen. Dus in plaats van dat we nu alleen voor Natura 2000 of het NN werken, hebben we nu ook het programma Soortenrijk Drenthe. En waar gaat het programma Soortenrijk Drenthe nou eigenlijk over? Dat gaat over het Natuurnetwerk Drenthe. En ik merk dat het Natuurnetwerk Drenthe dat altijd discussie oproept, terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is. Hè? Wat is nou het Natuurnetwerk Drenthe? En daarom heb ik een formule gemaakt. En volgens mij moet dat een heleboel duidelijk maken. En de formule is dat het Natuurnetwerk Drenthe, dat is de oppervlakte van Drenthe, min de oppervlakte van de Natura 2000 en NND-gebieden. Dan hebben we het over Natura, NND. Dus het is niet zo heel ingewikkeld. Eigenlijk gaat het gewoon om alle natuur, zeg maar, buiten de grotere diepgroene natuurgebieden. En als je dan kijkt op de kaart hoe dat eruit ziet. Nou ja, dit is de provincie Drenthe. En als je daar het NN en de Natura 2000, het NN in lichtgroen, de Natura 2000 in donkergroen overheen legt, zeg maar, dan zie je, zeg maar, dat alle overgebleven ruimte, dus ook de dorpen en de steden, zeg maar, eigenlijk het natuurnetwerk Drenthe zijn. Nou, als je daar dan even induikt, nou, we hebben al heel veel voorbeelden voorbij hier horen komen. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over houtwallen. Dan hebben we het over de bermen, met dank aan voor deze foto van Hans. Dan hebben we het ook over de akkerranden, maar ook over de stenige omgeving, die voor veel soorten ook van belang is. We hebben het over sloten en oevers, ook al eerder genoemd. Maar we hebben het ook over de parken in dorpen en steden. We hebben het over bijvoorbeeld wadi's in wijken, hè, die naast een functie voor klimaat ook een functie voor natuur kunnen hebben. We hebben het over nieuwe vormen van landbouw, hè, zoals strokenteelt. En we hebben het over het stedelijk groen, zoals hier een mooi geveltuintje. De stand van zaken. Eigenlijk even 3 korte dingen. Nou ja, de achteruitgang van biodiversiteit. Nou, ik denk dat iedereen inmiddels dit plaatje wel kent. Hè. We hebben net een crisis bijna achter de rug, hopelijk. Maar goed, dit plaatje geeft aan, zeg maar, dat we nog wel een aantal uitdagingen, misschien nog wel groter dan deze crisis, te gaan hebben. Ik hoef jullie, denk ik, de urgentie en het belang niet meer uit te leggen.
Ik wil niet zeggen dat we natuurlijk niks doen, hè? Want dat is eigenlijk wat Gerken het ook al aangaf, van het is natuurlijk niet alleen maar ellende. We doen al best wel veel, maar het is niet voldoende en er is nog te weinig samenhang. En daarom is het denk ik goed dat we nu naast het programma Natura 2000 en het programma voor het NNN ook het programma Soortrijk Drenthe hebben. Geld, zeg maar, ja, dat is altijd een discussie. En enerzijds denk ik dat er de komende tijd, en ik hoop zeg maar inderdaad, zoals veel van jullie, maar dat niet al het geld zeg maar, in de natuurgebieden gaat zitten, maar ook juist in de algemene natuur om die gebieden heen. En ik heb ook goede hoop dat dat ook wel gaat gebeuren. Maar ik denk dat het ook niet alleen gaat om geld. Hè. Het gaat ook over het goed agenderen van het onderwerp natuur inclusief, maar daarover straks nog wat meer. Nou ja, nog even de beleidscontext. Maar goed, eigenlijk heeft Gerco die al voor een groot deel gegeven. Allereerst vanuit het Rijk het programma Natuur. Dat kent twee sporen. En eigenlijk komen in beide sporen zeg maar, die ambitie voor het buitengebied komen naar voren. Je ziet hier bij spoor 1 verbeteren natuur, zeg maar, verbeteren kwaliteit buiten en in Natura 2000. En bij spoor 2... is eigenlijk helemaal gericht op die natuur inclusief samenleving. Dus ook vanuit het Rijk is er echt wel aandacht voor. En dat vertaalt zich inmiddels naar een contourenschets agenda natuur inclusief. En op 17 juni, zeg maar, dan moet uiteindelijk de definitieve agenda natuur inclusief gepresenteerd gaan worden. Nou ja, ook in ons eigen beleid hebben we natuurlijk al best wel wat staan over wat we willen bereiken met het Natuurnetwerk Drenthe. Dat is nu nog in de natuurvisie. Maar goed, de natuurvisie die zal straks opgaan in de omgevingsvisie, maar daarmee is het gedachtegoed natuurlijk niet weg. En nou ja, ook in de geest van de natuurvisie zullen we gewoon verder gaan werken aan de natuur in het buitengebied. Nou ja, zoals ik al aangaf, het programma Soortrijk Drenthe maakt eigenlijk onderdeel uit van het programma Natuurlijk Platteland, naast die andere twee programma's. Nou ja, en als je kijkt, het hangt natuurlijk samen, maar goed, het is een beetje een herhaling van zetten met heel veel andere ambities en programma's die er zijn. We hebben de bosstrategie, we hebben het GLB wat gaat veranderen. We hebben natuurlijk de agenda boer, burger en biodiversiteit, maar ook het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Nou ja, zo zijn er vast zeker nog een aantal van dit soort nou ja, ambities en programma's te noemen die ermee samenhangen. Even heel kort, welke doelen, want we hebben 4 doelen in het programma gesteld en die wil ik even met jullie bij langs lopen. Nou, het op orde brengen van de basiskwaliteit Natuur Drenthe. Nou, we hebben net gehoord wat dat is, dus daar kunnen we vrij snel doorheen. Maar goed, ik denk dat de kernboodschap, zeg maar, die wil ik toch nog graag een keer herhalen en dat wil Henk Humelet ook graag. Dus dit is de set van condities die nodig is om algemene soorten algemeen te laten zijn. Blijven of worden. Het is de minimale kwaliteit van het leefgebied van soorten die nodig is. Nou, ik denk dat dat een heel goed en minimaal streven is. Nou goed, dit kaartje hebben we net ook al gezien. Hier, op dit kaartje zie je zeg maar, dat eigenlijk nergens in Drenthe zeg maar, de basiskwaliteit helemaal op orde is. En ik denk dat dat een mooie ambitie voor ons is om steeds meer van deze vakjes donkergroen te laten kleuren. Nou, nog even kort samengevat. Voor een aantal gebieden willen we het gaan uitwerken. En ik denk dat er kansen liggen zeg maar, rond Natura 2000 gebieden. Hè? Omdat daar ook heel nadrukkelijk naar de directe omgeving van die gebieden wordt gekeken. Dus dat zijn een aantal gebieden waar we zouden kunnen starten. Omdat daar ook financieel denk ik kansen liggen. Maar we moeten natuurlijk ook gewoon de bestaande structuren zoals het Bermberaad net ook al een keer genoemd. Moeten we gewoon benutten. Effectiever gerichte inzet en streekbeheer. Hè. We doen al veel met streekbeheer. Nou, dat moeten we eigenlijk gewoon eens langs de lat van de basiskwaliteit natuur leggen. Hè. Misschien kunnen we nog wat sturen. Maar goed, dat is iets wat we kunnen doen. Koppeling maken met SNL. Ecologisch beheer werd al een aantal keer genoemd. En de monitoring, ook al een keer benoemd, heel belangrijk. Moet eigenlijk wat fijner als nu in de basiskwaliteit natuur. Ja, ik denk zelf van, er zijn eigenlijk 2 niveaus waarop je zou kunnen monitoren. 1 is een vrij harde, zeg maar, gewoon kijken van hoeveel landschapselementen zijn er aanwezig. En ja, ga je een slag dieper, zeg maar, dan kun je ook kijken van, nou, wordt dat dan ook ondersteund met soorten, zeg maar, die aanwezig zouden moeten zijn. En nou, misschien moeten we eens kijken of we de milieukartering zoals die er vroeger was, weer kunnen afstoffen of daar een bepaalde vorm aan kunnen geven.
Het tweede doel is het ondersteunen van soorten zolang de BKN niet op orde is. Nou, we moeten ook eerlijk zijn, zeg maar, er zijn een aantal soorten, echte Drentse soorten die we gewoon willen behouden. En daarvoor hebben we dus ook een subsidieregeling biodiversiteit. Maar ook het uitvoeringsplan Boerenlandvogels is een instrument, zeg maar, om wat gerichter op soorten toch dingen te doen. Bijdrage aan doelrealisatie NNN. Nou, ik gaf hem bij punt 1 eigenlijk ook al even aan. Hè, van, volgens mij is er een kans, zeg maar, rond de gebieden waar nu heel veel focus op ligt, ook vanuit het Rijk, hè, waar ook veel geld beschikbaar is. Het hangt natuurlijk uiteindelijk allemaal met elkaar samen, ook dat buitengebied. En ik geloof echt dat we moeten kijken of we daarbij kunnen aanhaken, zeg maar, om doelen in het buitengebied te realiseren. En voor mijzelf is een van de belangrijke dingen die daar een grote rol bij speelt, dat gaat over de ecologische verbindingszones. We hebben een aantal ecologische verbindingszones begrensd binnen het NN, hè, dus die zijn ook echt onderdeel van het N. Maar een groot deel van de ecologische verbindingszones die valt eigenlijk gewoon in het buitengebied. En we hebben het elke keer over dat het heel belangrijk is dat we die gebieden met elkaar verbinden. Maar eigenlijk als je nu kijkt wat het daadwerkelijk is, zeg maar, moet dat echt nog wel een stuk robuuster en sterker ook in dat buitengebied. En ik denk dat het goed is dat we gewoon die ecologische verbindingkaders gaan bekijken en ook de knelpunten weer eens goed gaan bekijken, hè, en daar ook oplossingen voor gaan bedenken. En dat gaat zowel over wegen van gemeenten, maar ook over spoorwegen zoals deze, maar ook over de provinciale wegen en de rijkswegen. Je moet gewoon goed kijken van waar zijn ontsnipperingsmaatregelen nodig om die ecologische verbindingen te kunnen laten werken. Nou, nog even samengevat. Inventariseren hoe het Natuurnetwerk Drenthe ondersteund kan zijn. Updaten en versterken ecologische verbindingen en faunavoorzieningen, bloemrijke randen en akkers, ecologisch bermbeheer en het doelmatig inzet van streekbeheer. Ik besef me dat ik een hoog tempo heb, maar goed, ik wil het wel heel graag allemaal even met jullie delen. Dus ik ga toch gewoon even door. Het laatste doel, dat is toewerken naar een natuurinclusieve samenleving. En dat... daar zijn heel veel van dit soort mooie plaatjes bij, hè? Natuur inclusieve landbouw. Dat vind ik zelf nog wel de meest complexe, denk ik, hè? Omdat dat je daar gewoon ook heel erg duidelijk een economisch belang achter hebt, zeg maar. En daar moet je goed over nadenken hoe je daar mee omgaat. Maar voor de steden en dorpen, zeg maar, zijn ook dit soort plaatjes. En natuur inclusief bouwen of inrichten, zeg maar, wat niet alleen gaat over dat je de gebouwen natuur inclusief inlegt, maar ook de directe omgeving. Daar kunnen we echt grote stappen maken als we dat eerder in het proces meenemen. En ik zou jullie willen uitnodigen om eens op de website van de gemeente Groningen te kijken, want die hebben een heel mooi beleidskader daarvoor voor ingericht. Ik zie Hans verschijnen. Betekent dat ik nog sneller moet gaan, Hans? Of, Het is 12 uur inmiddels. Is ook de eindtijd. En we willen nog een korte afronding hebben. Zo. Dus ik weet niet of je naar een afronding kunt gaan. Of dat je nog heel veel sheets hebt. Je kan mijn sheets niet zien. Hè? Dus dat. nog een paar minuutjes. Ik hoop dat dat nog even kan. Maar ik ben bijna klaar, Hans. Het komt goed. Oké. En dan even deze. Energie, daar ben ik natuurlijk zelf een tijd mee bezig geweest. Ik heb altijd het idee dat de afgelopen jaren best een beetje aan overvallen door de snelheid van deze transitie hier. Maar dat we ons nu wel beter aan bezinnen zijn van hoe we die transitie die ook nodig is om andere duurzaamheidsdoelen te halen, hoe we die beter landschappelijk kunnen inpassen en echt winst kunnen boeken. Maar ook een relatie met klimaat natuurlijk. Hè. Eigenlijk gaan klimaat en biodiversiteit volgens mij hand in hand. Nog even de samenvatting. Aanhaken bij de ruimtelijke opgaven. Aansluiten bij de landelijke initiatieven. Hè, die pilotprojecten, de basiskwaliteit natuur werden al genoemd. Subsidieregeling, bewonersinitiatieven. Dat is ook heel belangrijk, hè, dat je bewoners bij betrekt. Kennisdeling. Voor mij wordt daar ook elke keer al aan gerefereerd. Zoals bijvoorbeeld het Bermraad, wordt toch wel als waardevol beschouwd. En educatie en communicatie. Hè. We hebben een aantal lespakketten, zeg maar, zijn we mee bezig of zijn al ontwikkeld. Maar ook we moeten de bewoners van Drenthe gewoon meenemen en ook laten zien wat de urgentie is en het doel van natuur. Dit is eigenlijk de stip op de horizon. Kort gezegd komt het eigenlijk neer op een samenvatting van alle punten die ik net genoemd heb. Dat was hem. Ik zal even mijn scherm... Dat heb je heel snel gedaan, Mark, na mijn korte interruptie.
Hartelijk dank voor jouw enthousiaste verhaal. Zo kennen we je ook natuurlijk. Hè? Iemand die echt een enthousiast verhaal kan vertellen. Daar houden we graag vast, dat enthousiasme. Maar niet alleen bij jou, maar eigenlijk bij iedereen die hier aan tafel zit. Nou, we hebben vanochtend heel veel gehoord. We hebben ook met elkaar gesproken in de breakout rooms. Ik denk zelf dat we een stapje verder zijn. Hè? Dat we in ieder geval het idee van het streven naar de natuurbasiskwaliteit nu bij een, ja, jullie dus, een breed publiek kenbaar hebben gemaakt. Hè? Wat daarvoor nodig is, als het ware. Hè? Welke kansen er zijn. Maar ik besef heel goed dat we nog helemaal niet weten welke kansen we allemaal kunnen gaan benutten in de toekomst. Maar ik denk ook dat dat is wat we ook in het Bernberaad in de komende jaren nog verder kunnen gaan uitwerken. Ik denk dat dat noodzakelijk is. Hè? Willen wij inderdaad de dingen doen die we belangrijk vinden. Met name ook zoals net Mark heeft aangegeven in zijn verhaal. Hoe krijgen we Drenthe echt weer soortenrijk? Niet dat het allemaal shit is in Drenthe. Maar we hebben natuurlijk nog wel best wel veel te doen. Met name in het agrarisch gebied. We hebben nog een paar minuutjes. Ik heb van de voorzitter. Nee, ik ben de voorzitter. Van Gerco, die onze regisseur is, zou je kunnen zeggen. Een paar minuten gekregen. Om nog een aantal laatste opmerkingen van jullie te horen. We willen uiterlijk om 11:15 afsluiten. Zijn er nog mensen binnen het gezelschap die nog graag iets korts willen vragen of een opmerking willen maken waar ook anderen wat aan zouden kunnen hebben? Ik zie in ieder geval Mirjam Vagel. Ja, even heel snel. Ik heb gehoord van een idee ergens in het Westen, wat ik heel inspirerend vond. Ik zit zelf ook bij een lokale natuurbeschermingsvereniging en wij gaan daar bij ons lokaal mee aan de gang. Maar ik zou zeggen, iedere gemeente zijn eigen prachtlint. En een prachtlint, dat is gewoon een lint of een netwerk met allemaal zaken die bijdragen aan de natuur en de biodiversiteit en dus ook de basiskwaliteit. En daar kan je allemaal als gemeente je energie in stoppen en iedere gemeente een prachtlint. Heel goed. Even kijken. Ik zie Marco van der Wetering. Ik ga het gewoon op volgorde af. Marco, ja, kom er maar in. Ja, twee dingen. Een beleidsmatige meekoppelkans is misschien de gedragscode wet natuurbescherming, waar iedere gemeente soort of leefgebieden voor soortgroepen in beeld zou moeten brengen. Als tip. En een andere, een kenniskoppelkans. Laatst stond er in een nieuwsbrief over natuur vanuit een onderzoek van Wageningen een kansenkaart vanuit de gradiëntsituaties. En dat is gewoon een GIS-kaart die volgens mij keurig een onderlegger kan zijn voor de kaarten die ATKB heeft gemaakt. Die link kan ik eventueel doorsturen, misschien is ook bekend, maar ik vond dat in ieder geval een eye-opener. Heel goed, dankjewel Marco. Dan gaan we naar Jip Lauwe-Kooijmans van de Vogelbescherming. Van de Vogelbescherming. En twee opmerkingen eigenlijk. Ik vind het geweldig in de eerste plaats dat de provincie Drenthe als eerste provincie in Nederland dit concept omarmt. Toen ik begon dat te beschrijven, toen wisten we natuurlijk wel dat het kan overal in Nederland, maar dat het ook daadwerkelijk gebeurt is mooi. Er is een aantal keer over geld gepraat. Eigenlijk moeten we ons daar niet te veel op blind staan, want er is een heleboel dingen. Beheer kost al geld, maar het gaat om een andere manier van het geld uitgeven. Ecologisch bermbeheer is niet duurder dan traditioneel bermbeheer. En daar gaat een heleboel aspecten van die basiskwaliteit gaat om daarom. En het tweede is het kaartje van de provincie Drenthe, wat we vandaag een paar keer gezien hebben. Daar wordt per uurhok gekeken of die 100 of meer soorten er zitten. In feite klopt dat niet helemaal, want het gaat om hoeveel soorten er zitten ten opzichte van wat je verwacht. Een stedelijk gebied is veel soortenrijker dan een open agrarisch gebied bijvoorbeeld. Dus daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Met die basiskwaliteit is niet een uniforme norm die je over zo'n provincie uit kan rollen. Die is landschapsafhankelijk. Dankjewel Jip. Twee waardevolle toevoegingen. Daar gaan we mee aan de slag. De volgende op mijn lijstje is Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting. Ja, dat sluit mooi aan bij Jip. Want vanuit soortenorganisaties zijn we dus bezig om basiskwaliteit natuur verder handen en voeten te geven. En ik denk dus dat dat heel erg gaat helpen ook bij de monitoring daarvan.
Dat je dan op een gegeven moment ook, zeg maar, ja, op perceelsniveau bij wijze van spreken, dat kunt gaan volgen van wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen. En dat, daar is, ja, denk ik nog wel aandacht voor nodig, maar dat is dus wel in ontwikkeling. En daar werken we graag aan mee. Dankjewel, Michiel. Fijn dat jullie ook je zo inzetten voor de natuur in Nederland. Tot slot van de handjes, Janneke Verder van ATKB. Dat is eigenlijk André. Yes. André mag ook. Mooi zo. Wat wij in de praktijk zien is dat, dat het heel prettig is als gemeenten handreikingen krijgen van bijvoorbeeld bij bermbeheer. Waar zet je nu echt wat zwaarder op in en waar doe je minder? Omdat ja, op sommige plekken kun je echt makkelijker de biodiversiteit stimuleren. En dus op een goede manier je geld besteden. En het andere is dat wat ook heel waardevol wordt gezien. Is dat je echt degenen die het beheer uitvoeren. Dat je die even een gerichte instructie het liefst in het veld geeft. Want dat levert zoveel meerwaarde op. Dus dat waren twee tips die ik heel graag zou willen meegeven. Nou, dankjewel. Dat is hartstikke leuk. Ik zie toch nog een slothandje van Suzanne. Maar eerst nog even, André, grappig dat je dat zegt. Hè? Want al meer dan, ik denk wel 30 jaar geleden, heb ik personeel van waterschap Meppel Diep in de tijd meegenomen naar een mooie berm en een mooi taluut om te laten zien hoe het kan en hoe je dat kunt beheren. En het wordt nou nog steeds ecologisch beheerd. Dus wat dat betreft is zo'n kleine inspanning, kan heel veel uitbetalen ja. Uiteindelijk. Hè? Ja. Suzanne, daarbij heb jij bijna het slotwoord. Hartstikke mooi. Nou, ik zou wel een opmerking willen plaatsen als het gaat om bermbeheer. Wat je toch vaak ziet is dat er dan een bloemenmengsel ingezet wordt, omdat het dan mooi lijkt. Het moet goed ogen. Dat moet volgens mij niet de essentie zijn. Het moet omgaan dat het inheemse plantensoorten zijn, zodat de insecten er ook daadwerkelijk wat aan hebben. Dat wordt wel eens vergeten. En dat is een hele waardevolle toevoeging. Daar zijn we denk ik allemaal, zoals we zitten, helemaal mee eens. En ik denk ook dat we dat nog verder moeten uitdragen, want er worden vaak goed bedoeld de meest rare mengsels ingezaaid. Maar als wij goed bedoeld juist de richting aanwijzig in de richting hebben van ecologisch bermbeheer, dan kunnen mensen ook mooie resultaten behalen. Dankjewel. Nou, even een kort slotwoord. Allereerst kan ik wel namens de provincie Drenthe zeggen dat we ongelooflijk blij zijn dat jullie het allemaal waren vanochtend. Ondanks af en toe wat technische oprispingen hebben we toch een hele mooie ochtend gehad. En ook nog bijna binnen de tijd die ervoor stond. Dat ten eerste. Ten tweede, we hebben ook heel veel kilometers bespaard doordat we het als een webinar hebben gedaan. Hè. Iedereen kon bij wijze van spreken gewoon thuis blijven. Dat heeft ongelooflijk veel CO2 bespaard. Dus laten we soms ook de positieve zaken zien van deze periode waar we in zitten. En we hebben toch fantastische uitwisseling van allerlei waardevolle ideeën gehad. Daarnaast, ik woon in Hogeveen. En als ik denk aan een biodiverse gemeente, dan in ieder geval binnen de woonomgeving, dan ben ik ontzettend blij dat ik hier woon. Want ik heb op 500 meter de slechtvalkbroeden en de orchideeën groeien. En dat zegt niet iedereen mij na. Tenminste niet mensen die in zo'n gebied wonen, in zo'n plaats wonen als ik. En niet midden in een natuurgebied wonen. Dus wat dat betreft zijn er in Drenthe prachtige voorbeelden te zien waar we ons aan ons kunnen spiegelen. Om ook verder in allerlei andere plekken in Drenthe dat te bereiken. Daar gaan we met het Bermberaad verder aan werken. Tot slot, er is ook een tweet uitgegaan vanochtend over dit beraad wat wij hebben gehad. Dit webinar. Er is zelfs gevraagd of we het terug kunnen kijken. Nou is er een opname gemaakt van vanochtend. En voordat wij natuurlijk een opname beschikbaar stellen, willen we wel graag weten of jullie het niet erg vinden dat we deze opname voor eventuele belangstellenden die ook verder willen met onze basiskwaliteit natuur ook beschikbaar stellen. Als er mensen zijn die er zwaarwegend bezwaar tegen hebben, zou ik dat graag op dit moment willen horen. Nou, ik zie geen negatieve reacties. Heel dank daarvoor. Dan weten we ook dat we dat kunnen gaan doen. Nou, dan wil ik hiermee iedereen nogmaals bedanken voor de aanwezigheid. We gaan gewoon weer lekker verder met het Bermberaad en ook met het programma Soortenrijk Drenthe. En we hopen dat we op termijn een fantastische Soortenrijk Drenthe hebben. Natuur inclusief met een prachtige basiskwaliteit. Dank jullie wel allemaal en tot een volgende gelegenheid.
Zijn we nog? Ja, Herman. Ik zie nog een Johan. Ik zie een Gerko. Ik zie een Douwe. Als ik ongewend ben, moet je het zeggen hoor. Maar nee hoor, nee hoor. Even hangen, wat mij betreft mag niet. Mag dat nodig zijn? Nee, wat mij betreft niet. Hey. Tevreden, Gerko? Ja, zeker. Volgens mij goede opkomst wel. Ja, volgens mij ook. Wel boven. Ik heb. Even de opname stoppen.